Ik heropen de vergadering aan de orde. Het is vervolg van het debat Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We hebben deze week de eerste termijn aan de kant van de Kamer gedaan en vandaag ronden we het debat af. Maar voordat we van start gaan, geef ik het woord aan mevrouw Agema van de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een opmerking vooraf willen maken over de kwaliteit van de beantwoording van de vragen. En het stoort mij, voorzitter. Er wordt gedaan in mijn richting alsof er antwoord gegeven wordt op vragen die ik niet heb gesteld. Er wordt ook, mijn woorden worden in totaal andere tegengestelde inhoud geformuleerd. U geeft aan dat met 3 miljard euro 50.000 extra zorgmedewerkers aangenomen kunnen worden. En er staat dat kan niet. Nou, volgens mij zeg ik al jaren zelf dat dat niet kan. En bedoelde ik met die 3 miljard en die 50.000 mensen dat als je alle zorgmedewerkers 1 tot 2 uur extra zou laten werken, dat je dat nodig hebt dan om hun extra te betalen. Want ze gaan niet 1 of 2 uur extra werken voor niks natuurlijk, voorzitter. En dan ga ik heel erg... Dat gaat me door en door. Ja. Alsof ik de hele overheid zou willen afschaffen, voorzitter. En dan kom ik ook nog op een leugen, echt een feitelijke onjuistheid. En dat gaat in de beantwoording van de medicijnen die in de sluis geplaatst zijn. Waar de minister zegt dat Nederland nog steeds in de top 5 van landen waar geneesmiddelen het snelst worden geïntroduceerd staan. Dat klopt dus feitelijk niet, want de feitelijke juistheid is dat Nederland wel snel is in het toelaten. Maar dat daarna dus juist de medicijnen in de sluis worden geplaatst en het dus minder snel bij de patiënten is dan in andere landen. En de vraag die ik daar wel had gesteld was, neem nou het voorbeeld van die andere landen die eerst vergoeden en daarna gaan onderhandelen over de prijs. Nou, zo kan ik eigenlijk wel doorgaan. En wat ik eigenlijk wil zeggen, voorzitter, is dat ik me echt in mijn integriteit voel aangetast. Ik doe hier mijn bijdrage, die zit ik wekenlang met 2 medewerkers voor te bereiden. Nou, we verzamelen een grote hoeveelheid rapporten en feiten en dan doen we onze bijdrage. En dan krijgen we gewoon antwoorden op vragen die we niet hebben gesteld. Of wordt mijn verhaal verdraaid en mijn naam staat erbij. Alsof ik een of andere domboom ben. Die niet eens weet dat de zorg 10% van het BBP uitmaakt. Terwijl ik daar zo'n beetje mijn hele bijdrage op gebaseerd heb. Dank u wel. Dus uw opmerking is genoteerd. Ook voor in de handelingen en ook richting het kabinet. En het lijkt me wel goed dat de paar opmerkingen, inhoudelijke opmerkingen die mevrouw Agema heeft gemaakt, dat u die ook ergens adresseert in uw bijdrage. Ik heb afgesproken met de leden 8 vragen of opmerkingen richting kabinet. En ik geef als eerste het woord aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. En dank aan alle leden voor hun bijdrage in de eerste termijn. De antwoorden op de vragen die zijn gesteld heeft uw Kamer gisteren ontvangen. En natuurlijk had u ook de antwoorden al eerder ontvangen op feitelijke vragen die voorafgaand aan het debat zijn gesteld. Voorzitter, ik wilde mijn betoog graag als volgt indelen. Ik begin met een algemene inleiding en wil dan bij 2 specifieke onderwerpen stilstaan. Dat is de kwaliteit van de zorg. Daarbij wil ik even wat nader ingaan op passende zorg, op oncologische zorg, persoonsgerichte zorg, waaronder ook gendersensitieve zorg en duurzaamheid. En dan pak ik een aantal van de vragen die door de Kamer breed zijn gesteld, pak ik daarbij. En vervolgens wil ik ook aanvullend dieper ingaan op de toegankelijkheid van de zorg. En onder dat kopje wil ik een aantal punten benoemen met betrekking tot vragen die gesteld zijn op het terrein van huisartsenzorg, acute zorg, wachttijden voor inhaalzorg en samenwerking binnen het stelsel. En daarna zullen collega's Helder en Van Ooyen overgaan op de beantwoording van de vragen op hun portefeuille. Voorzitter, in Nederland prijzen we ons vaak gelukkig met fantastische zorg. Met goed opgeleid personeel. Dat was een mooi huppeltje, mevrouw Van den Berg. Met andere woorden, ook als dat van tevoren even meekregen wat de blokjes waren van de andere bewindslieden. En dat helpt even om je interrupties te doen en hoeveel interrupties mogen we, voorzitter. Ja. Nou moet ik even naar mijn collega's kijken, voorzitter. Misschien is het handig dat we hebben veel afgestemd, maar deze weet ik niet uit mijn hoofd. Ja, misschien is het handig dat het gewoon even wordt genoteerd en dan zorgen wij dat u het even krijgt, even, dat het wordt verspreid. Dan kan de minister gewoon aan de start gaan. Ja? Het hele lijstje. Heel goed. Excuus, ik had het u kunnen zeggen, maar... Voorzitter, in Nederland prijzen we ons vaak gelukkig met fantastische zorg. Met uitstekend opgeleid en bevlogen zorgpersoneel. Met huisarts en thuiszorg dichtbij. Met goede GGD. Met uitstekende infrastructuur. En wat ook helpt, is geografische omstandigheden die ideaal zijn. 17 miljoen mensen in een gebied van nog geen 200 bij ruim 300 kilometer. Zorg is daarmee voor iedereen dichtbij. We zijn ook bereid om veel middelen te reserveren aan zorg. Meer
dan de begroting van OCMW, Defensie, INW, JNV en EZK samen. Met dat grote bedrag betalen we met elkaar zorg. Dat is iets om zuinig op te zijn. En we hebben er eerder wel eens bij stilgestaan, dat levert ook veel op. Voorzitter, in een vorig leven heb ik ooit gewerkt in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee. Daar stond op de balie van de polykliniek een creditcardmachine. En dan ging het eerst om betalen en dan om zorg ontvangen. Wij hebben een sterk en solidair stelsel met alles in zich om zorg van wereldklasse te bieden. Maar de brede oproep om voor betere zorg te gaan komt niet uit de lucht vallen. Als je de kwaliteit van onze zorg vergelijkt met die van sommige omringende landen, dan moeten wij constateren dat wij op tal van onderdelen helaas middelmatig presteren. Dat we links en rechts worden ingehaald door omringende landen. Dat zien we bijvoorbeeld in de eerste lijnzorg. Dat zien we in de GGZ, dat zien we in de langdurige zorg en dat zien we ook in de medisch-specialistische zorg op onderdelen. Uit alle bijdragen van uw Kamerleden, voorzitter, proef ik daarmee ook de terechte bezorgdheid. Ik deel die. Mevrouw Paulusma en vele anderen noemden het personeelstekort. Mevrouw Ellemeet had het terecht over het verdwijnen van huisartsen uit de wijk. De eerste lijn die een fundament is van onze zorg en veel mensen die nu geen huisarts of geen tandarts kunnen krijgen. Mevrouw Kuiken en mevrouw Bikker noemden tweedeling en gezondheidsverschillen. Het maakt uit waar je wieg staat. Het maakt uit of je de weg kent in de zorg, dan wel of je dat niet doet. Die bezorgdheid die delen we met elkaar en de uitdagingen om dat te adresseren zijn enorm. Niet alleen op het gebied van kwaliteit, ook als het gaat over gezondheidsverschillen of over toegankelijkheid. En ook een Nederlandse zorgautoriteit en het zorgveld constateren die verschillen. Als je kijkt naar de huisartsen bijvoorbeeld op dit moment, dan hebben zij moeite om patiënten door te verwijzen naar de specialistische zorg. Naar de geestelijke gezondheidszorg, de wijkzorg, door lange wachtlijsten. En dat betekent opnieuw dat daar waar de huisarts al sterk belast is, dat dit leidt tot aanvullende last en overbelasting. En dan moeten we voorkomen dat het ene probleem overloopt in het andere. We staan hier vandaag dus ook nadrukkelijk gedrieën. Want we kunnen de uitdagingen in de zorg alleen het hoofd bieden als we dat integraal doen. En daarom hebben we vorige maand gedrieën het integraal zorgakkoord gesloten met een brede vertegenwoordiging van partijen in de zorg. Inclusief patiëntenorganisaties en inclusief een vereniging van Nederlandse gemeenten. Met een focus op meer samenwerking en minder op concurrentie. Met zorg in de regio en over de grenzen van domeinen heen. Zorg die digitaal is waar het kan en fysiek als het moet. Dat is een eerste aanzet om zorg beter te maken en toegankelijk te houden. Op die toegankelijkheid kom ik zo dadelijk terug, maar laat me vast zeggen dat dat vraagt om een lange adem. En dat het nu aankomt op uitvoering. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met al die partijen in de zorg, als ook met u in de Kamer, samen zullen werken aan een hogere kwaliteit en een bredere toegankelijkheid van de zorg. En dat brengt mij, voorzitter, als eerste bij het onderwerp kwaliteit. Voorzitter, ik deel de woorden van waardering voor al die betrokken mensen die elke dag inzetten voor de zorg van hun patiënten. Maar ondanks die bevlogen en die tomeloze inzet staat de kwaliteit van onze zorg onder druk. En blijft hij op onderdelen ook achter bij die van andere landen. En als je nou kijkt waar dat door komt, dan komt dat mede door een tekort aan samenwerking. In een integraal zorgakkoord hebben we afgesproken dat we dat beter willen doen. Voor patiënten die eerste lijn zorg nodig hebben, voor patiënten die een tandarts zoeken, voor patiënten die medisch-specialistische zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege kanker of vanwege een acute zorgvraag. Maar daarvoor moeten we wel keuzes maken, want niet alles kan altijd overal. Niet vanwege capaciteit, niet vanwege beschikbare infrastructuur en ook niet vanwege kennisontwikkeling en specialisatie. En daarom is voor zorg van hoge kwaliteit samenwerking rondom en met de patiënt belangrijk. Op die manier wordt een patiënt altijd behandeld door iemand die zijn of haar aandoening vaker behandeld heeft. Samenwerking staat wat dat betreft ook niet voor niets in het kader passende zorg dat door het Zorginstituut is uitgewerkt. Door niet alleen professionals samen te werken, maar ook met een patiënt, sluit die zorg beter aan bij de persoonlijke situatie, de waarden en de behoeften van een patiënt. Dat betekent ook dat er rekening gehouden wordt met cultuur en met gender. Ziekten presenteren zich lang niet altijd op dezelfde wijze bij mannen en vrouwen. Ziekten treden niet in dezelfde frequentie op bij vrouwen en mannen.
Medicijnen die goed werken bij mannen doen dat lang niet altijd op dezelfde wijze bij vrouwen en vice versa. En het is belangrijk dat daar steeds meer oog voor is. Daarnaast kunnen behandelingen met personalized medicine gerichter ingezet worden. Hoe een behandeling eruit ziet wordt bepaald in een gezamenlijk proces tussen zorgverlener, patiënt en naaste. Maar daarvoor is wel voldoende tijd en aandacht nodig. Samen beslissen is niet voor niets als recht opgenomen in de WGBO. Passende zorg staat daarbij voor toegang tot zorg van hoge kwaliteit voor iedereen. Voorzitter, en als u me dan toestaat, dan pak ik onder dit kopje een aantal vragen. Niet enkel als een selectie, die passen allemaal onder dit specifieke onderwerp. Zonder dat ik daarmee, want er zijn er heel veel, we kunnen ze niet allemaal langslopen. Het hoeft ook niet naar de schriftelijke beantwoording, maar ik wil er toch een aantal uithalen. Ja, prima. Eerst de interruptie van mevrouw Pauw-Verweij, ja 21. Een korte vraag om wat verheldering, want ik hoor de minister spreken over genderspecifieke zorg. We hebben hier laatst ook het debat over de transgenderwet gehad, ja. Waarin de termen geslacht en gender vrij veel door elkaar heen gebruikt werden. En nu hoor ik de minister spreken over genderspecifieke zorg en het vervolgens over typische man-vrouw verschillen hebben. Dus ik vroeg me eigenlijk af of hij wat toelichting wilde geven op welke van de twee hij bedoelt. Oké. In mijn voorbeeld, mevrouw Pauw, voorzitter, heeft helemaal gelijk. Ik noem in de voorbeeld inderdaad man-vrouw verschil, maar ik in mijn totale plaatje ben ik gericht op veel breder, dus op allebei. Ja. Dank. Volgt u betoog. Dat brengt mij automatisch, voorzitter, het is niet zo uitgekozen, maar de eerste vraag die ik hiervoor heb liggen is dan een vraag van mevrouw Pauw-Verweij. En dat gaat ook juist over die passende zorg. Het begrip passende zorg komt vaak neer op een bekostiging die passend is. Hoe voorkomt het kabinet dat de invulling van passende zorg primair een geldvraag wordt? Ik haalde die er juist uit omdat ik denk dat dat juist een belangrijke vraag is. En er werd niets voor niets een opmerking gemaakt dat bijvoorbeeld in het integraal zorgakkoord ook het woord passende zorg, ik ben de exacte aantallen vergeten, maar ontzettend vaak voorkomt. Dat recent verschenen kader passende zorg, en u weet het, via het Zorginstituut, beschrijft wat er moet gebeuren om een zorg toekomstbestendig te maken. Dat gaat over veel meer dan geld. Sterker zelfs, het gaat er allereerst juist over wat nodig is om te zorgen dat moeilijke pakketmaatregelen niet genomen hoeven te worden. Kaderpassende zorg gaat dan uit van vier principes. Dat het waardegedreven is, tot stand komt met en gezamenlijk rondom een patiënt. Ondersteund ook door de informatie passend bij de patiënt. Dat het ook gebeurt op de juiste zorg op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte. En het zijn juist deze vier principes en de uitwerking daarvan, waarbij we op basis waarvan we met veldpartijen inhoudelijke afspraken hebben gemaakt in het kader van het integrale zorgakkoord. Voorzitter, mevrouw Thiele, om even bij ditzelfde onderwerp van het totaal te blijven over kwaliteit. Mevrouw Thiele vroeg mij hoe er opvolging gegeven wordt aan de motie Kuik ten aanzien van een nationaal actieplan kanker. Wat zijn de ambities van de minister op het terrein van preventie, diagnosticering, behandeling? Voorzitter, zoals ik ook in een brief van 8 juli al heb aangegeven, vind ik het belangrijk dat de beleidsinzet van het ministerie van VWS en de initiatieven vanuit het veld goed met elkaar in verbinding staan. Dan gebeurt er vanuit VWS veel. Zo heb ik uw Kamer op 14 oktober samen met de minister voor Langdurige Zorg en Sport en de staatssecretaris geïnformeerd over de inzet voor preventie van kanker met de coalitiemiddelen voor volksziekten. En in het integraal zorgakkoord hebben we ook met partijen concrete afspraken gemaakt over verbetering van de oncologische zorg. Onder andere in de vorm van regionetwerken en misschien wel het allerbelangrijkste voor nu. Ik ben ook met de veldpartijen, waaronder ook een KWF en een Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten, nadrukkelijk in gesprek over hoe hun initiatieven en mijn plannen elkaar kunnen versterken. Voorzitter. Voordat u verder gaat, mevrouw Pauw-Verweij, ja 21. En alle interrupties in de eerste 10 minuten er doorheen. ik hoor de minister over die vier basisprincipes. En die steun ik van harte. En ik wil ook nergens insinueren dat ik denk dat de minister daar principeloos doorheen gaat, hoor. Dus als ik dat gesuggereerd heb, dan neem ik dat terug. Mijn vraag is eigenlijk alleen, we hebben het ook over geld. We hebben het over een begroting. En tegelijkertijd horen we ook heel duidelijk vanuit het ministerie, de zorg wordt te duur. We moeten gaan bezuinigen. Dus hoe zorgen we nou dat die basisprincipes, die vier principes, niet overheerst worden of overroeld worden door het financiële vraagstuk dat voor ligt? Ja, dank. Hele belangrijke aanvullende vraag met dank. De constatering breed. Beginnend allereerst wel bij patiëntenorganisaties, maar vervolgens ook bij de professionals, verpleegkundigen, artsen en overigens ook wel bij zorgbestuurders, is dat
in de wijze waarop wij onze zorg aanbieden en ook ons pakket samenstellen, dat er veel aandacht is voor medicatie. Mevrouw Agema vroeg zojuist allereerst aandacht ook voor de sluizen, als eens zo'n voorbeeld. Maar dat we daarbij soms innovatie en ontwikkeling en naleven van richtlijnen en een gesprek met de patiënt over wat voor die patiënt werkelijk de meest relevante zorg is, uit het oog verliezen. En dat dat er ook toe leidt dat wij regelmatig vormen van diagnostiek en therapie aanbieden en toepassen die voor die individuele patiënt misschien niet het meest geëigend is. Dat we daarbij ook wel doorschieten en dat ook naleving van richtlijnen soms achterblijft bij de daadwerkelijke ontwikkeling. En ook innovatie lang niet altijd leidt tot weliswaar het implementeren van nieuwe vormen van diagnostiek of behandeling, maar het tegelijkertijd niet stoppen van achterhaalde vormen van diagnostiek en behandeling. Dus het is juist die inzet die het mogelijk moet maken om en capaciteit, maar ook middelen, beter in te zetten. Mevrouw Paul Verweij. En bedoelt de minister daar ook mee te zeggen dat juist die artsen, die verpleegkundigen, die zorgverleners ook weer meer zelf de afweging moeten gaan maken wat voor die individuele patiënt nou het passende zorgtraject is? Hoor ik dat zo goed of kleur ik het zo te rooskleurig in? Samen met een patiënt, laat ik dat bedoelt u ook, hè? Samen met een patiënt. Maar het antwoord is ja, ook wel met nadrukkelijk en bijvoorbeeld een wat meer controlerende rol ook van zorginstituut samen met professionals en patiëntenorganisaties, om nadrukkelijk niet alleen ten aanzien van medicatie, maar ook van onderdelen van een pakket te zeggen, past dit nog wel in deze tijd? Of is het ondertussen achterhaald? In zijn algemene zin of voor een specifieke doelgroep? Ja. Nog een vraag van mevrouw Simons bij 1. Dank u, voorzitter. De minister gaf aan een aantal blokjes te behandelen. Eén daarvan was gender. Sensitieve zorg. En nou vraag ik me af, ik heb het genoteerd als blokje nummer 4 op 5. Maar omdat mevrouw Verweij daarna vroeg en ik de minister daar al een aantal dingen over hoorde zeggen, vraag ik me even af of ik nog geduld moet opbrengen. Met name, het zal de minister niet verbazen natuurlijk, als het over de transgenderzorg gaat. Ja, voorzitter, ik heb hier even één specifieke vraag van mevrouw Simons over de transgenderzorg. Kom ik zo in het kader van dit blokje op terug. Als u me dat goed vindt. Ja, prima. Ja? Mevrouw Van den Berg, CDA. Ja, voorzitter, de minister die wees net al op dat er ook nieuwe innovatie, dat dan beter doorgevoerd moet worden. Hij noemde net ook dat het zorginstituut ook een meer controlerende functie dan moet krijgen. Is de minister het dan met het CDA eens dat het zorginstituut ook kwaliteitsstandaarden moet kunnen toetsen op financieel bestendig, personeel bestendig en duurzaam? Minister. Want dat zijn juist de drie kenmerken die we ook met elkaar hebben afgesproken. En voorzitter, ja, dat ben ik volledig met mevrouw Van den Berg eens. Ja. Het gaat uiteindelijk ook om de meerwaarde voor een patiënt. Uiteraard ook in het licht van inzet van mensen en middelen. Voorzitter, mevrouw Van den Berg vroeg aanvullend, had een vraag naar aanleiding van, zoals onlangs ook door het IKNL gekenschetst, de groei van het aantal mensen met kanker van 800.000 naar 1,4 miljoen, waarvan de helft ongeveer mensen met huidkanker. En de vraag over de inzet naar aanleiding daarvan, mevrouw Van den Berg maakte een vergelijking met kunstmatige intelligentie en de beschikbaarheid van een app. En plaatste die vraag heel terecht even in een iets bredere discussie over aanpak en beoordeling van digitale zorg. En de vraag hoe we dat gaan aanpakken. Toepassingen en apps gebaseerd op kunstmatige intelligentie zullen naar verwachting een toenemende rol gaan spelen, bijvoorbeeld in de diagnostiek. Zorgverzekeraar, één specifieke zorgverzekeraar, vergoedt het gebruik van een app voor de detectie van huidafwijkingen. Vanuit Zorgverzekeraars Nederland, het Kenniscentrum Digitale Zorg, wordt momenteel onderzocht of deze en mogelijk vergelijkbare apps voor bredere toepassing in aanmerking kunnen komen, waarbij opnieuw in samenspraak met het Zorginstituut ook de toets aan de stand van de wetenschap en de praktijk plaatsvindt. De in het kader van het ISA gemaakte afspraken over opschaling van digitale CQ-hybride zorg moeten zorgen voor een versnelling van de implementatie van dit
type toepassingen, waarbij ik het geheel met de Kamer, waaronder mevrouw Van den Berg, eens ben, dat het toch nog te vaak voorkomt dat bewezen innovatie maar langzaam zijn verbrede implementatie in het veld vindt. Ook mevrouw Thiele heeft daar bij herhaling op gewezen. Voorzitter, mevrouw Agema vroeg over de status van de toezeggingen die de minister tijdens de behandeling van de initiatiefnota uitbreiding persoonlijk profiel heeft gedaan. Aan deze toezegging, voorzitter, wordt gewerkt. Een deel is al uitgevoerd. Zo wijzigt per 1 januari van het komend jaar de bekostigingssystematiek, waarbij moleculaire diagnostiek niet meer binnen de DBC valt, maar als add-on bekostigd gaat worden. Daarnaast is een facultatieve prestatie ingericht voor patiënten met een primaire tumor onbekend, zoals de terminologie luidt, en wordt gewerkt aan verbeteringen in ons zorglandschap. Die laatste actie wordt opnieuw opgepakt vanuit het Zorginstituut, wat de opdracht heeft gekregen voor de uitvoering van het traject moleculaire diagnostiek. In dat uitvoeringstraject werken we aan een gezamenlijke ambitie voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze diagnostiek in Nederland. Ik stuur de Kamer ieder half jaar een voortgangsrapportage van dit traject. De eerstvolgende komt voor het eind van dit jaar. Voorzitter, de heer Heijink vroeg in dit kader over onderzoek dat onder andere door VWS en het Zorginstituut is gedaan. Het leverde het rapport op toekomstscenario's in prijsontwikkeling geneesmiddelen, wat onder meer beschrijft hoe we geneesmiddelen kunnen betalen en winsten aan banden kunnen leggen bij de ontwikkeling hiervan. En of ik een reactie hiervoor kan geven. Voorzitter, ik ken het verkennende rapport uit 2016. Mede op basis hiervan is verder beleid ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de financiering van geneesmiddelenonderzoek en ook in het naar de markt brengen van geneesmiddelen. Ik acht het van groot belang dat er meer transparantie ontstaat over hoe dit wordt gefinancierd en hoe de financiering en de keuzes van investeerders beïnvloeden welke geneesmiddelen worden ontwikkeld. Hiertoe heb ik recent een omvangrijk internationaal onderzoek laten uitvoeren en dat in juni met uw Kamer gedeeld. Dit rapport, voorzitter, maakt inzichtelijk dat geneesmiddelenontwikkeling complex en bij uitstek internationaal van aard is. Een activiteit waarin publieke en private partijen elk hun rol spelen. Maar ik heb ook aangegeven dat de uitdaging die voor ons ligt om financiële belangen te verbinden met maatschappelijke belangen echt vraagt dat wij nader in gesprek gaan. En ik wil dat ook graag doen met de Kamer, maar ook met nationale en internationale partijen om te kijken hoe we hier als Nederlandse overheid en Nederlandse kennisinstellingen onze positie in kunnen versterken, ook naar de toekomst toe. De heer Heijink, SP. Ja, dank voorzitter, want de vraag die de SP vooral heeft is, vindt de minister ook dat als het gaat om geneesmiddelen dat we die exorbitante winsten bij de farmaceuten moeten aanpakken? Dat we bijvoorbeeld het toe-eigenen van kennis via patenten, dat dat ter discussie moet komen te staan en dat we er uiteindelijk dus voor gaan zorgen dat de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen veel meer een publiek goed wordt? Is de minister met de SP eens dat het die kant op zou moeten? Minister. Voorzitter, als het gaat allereerst om winsten van farmaceutische industrie en farmaceutische bedrijven, de manier om die enigszins te limiteren en te zorgen dat publieke middelen ook daadwerkelijk naar raad toe een goede opbrengst hebben, is om te onderhandelen over prijzen. En dat doen we onder andere, het is al genoemd, bij dure medicatie door die inzet in die sluis. Met alle doorloop die daar ook bij zit. Tegelijkertijd, dus in veel andere methoden om direct iets te doen aan winsten van farmaceutische bedrijven heb ik niet. En heeft een overheid niet. Ten aanzien van patenten, op het moment dat we daar echt op zouden willen sturen, dan krijgen we een totaal andere discussie, ook op internationaal en Europees niveau. De heer Heijink. Nou, en precies dat laatste, voorzitter, daar zou de SP nou erg voor openstaan. Dat we op Europees niveau, want ik snap best dat dat allemaal niet hier helemaal zelf kan, maar dat we op Europees niveau nou eens gaan kijken, hoe kunnen we nou die macht van die farmaceuten beperken en als samenleving veel meer de grip terugpakken op de ontwikkeling van geneesmiddelen en de productie van geneesmiddelen. Ik geloof dat de minister dat eerder ook heeft gezegd, dat als het daarom gaat dat hij daar meer grip op wil hebben. Maar dan moeten we daar dus meer onderzoek op doen. En ik leg er ook niet bij neer bij het idee dat je alleen via onderhandelingen de prijzen kunt verlagen. Je kunt namelijk als samenleving ook het meer naar je toe gaan trekken, iets aan die patenten doen en zorgen dat het meer een publiek goed wordt. En als wij nou een voorstel zouden doen om op zijn minst te onderzoeken of het op die manier ook zou kunnen, is de minister dan bereid zijn onderzoek te doen? Minister. Voorzitter, ja. Maar dan zoek ik het even langs een iets andere route. En dat is even in de interpretatie met de heer Heijink. Als de heer Heijink bedoelt,
Kunt u nou onderzoeken, ook met Nederlandse kennisinstellingen, hoe wij kunnen zorgen dat Nederlands onderzoek, we zijn op biomedisch onderzoek echt ook internationaal aan de top, hoe wij Nederlandse onderzoek veel langer en de eventuele patenten die daaruit rollen veel langer bij ons kunnen houden richting de ontwikkeling van of dat nou is nieuwe geneesmiddelen of nieuwe diagnostica, dan ben ik graag bereid om dat te onderzoeken. Dat is ook een beetje iets wat al voortkomt uit dat rapport wat ik onlangs naar de Kamer heb gestuurd. De heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Dank u, voorzitter. Ik heb een paar wellicht wat saaie vragen over de begroting zelf. Dus ik breek nu maar even in, want in de blokjes denk ik is er niet een logische plek voor. Dus dat bent u goed vinden. Dank trouwens voor de beantwoording van de vragen. Wij zijn er wel blij mee. En dan is mijn vraag aan de minister. Dus inderdaad, het ministerie erkent dus dat voor corona, van 2016 tot en met 2019, de begroting op het kerndepartement steeg met ongeveer 10% gemiddeld per jaar. Dat is aanzienlijk meer natuurlijk dan voor de zorg in het algemeen. En dan is mijn vraag van de minister. Het ministerie zegt van oké, dat komt door allerlei programma's, zoals ouderzorg, preventie en sport. En ik geloof graag dat er allerlei redenen zijn, maar is het niet onwenselijk, dit is mijn vraag aan de minister, dat de begroting van het kerndepartement zelf, jaar op jaar, voor coronatijd, stijgt met 10%, terwijl de zorg het algemeen niet met 10% stijgt, de kosten per jaar. Want dat leidt natuurlijk op een gegeven moment toe dat straks een heel groot deel van de zorgkosten zo doorgaat, relatief naar het departement zelf gaat. Dus zou het niet mooi zijn als het ministerie zelf de kosten onder controle krijgt? Dank u wel, de minister. Voorzitter, de inzet van specifieke programma's, zoals bijvoorbeeld ook in de vorige regeerperiode, onder andere, ik kijk naar de staatssecretaris op het terrein van preventie en sport, om maar een onderdeel te noemen, die vragen juist ook om ook inzet vanuit een overheid, ook een actieve rol vanuit mijn ministerie, vanuit ons ministerie. Daar moeten dan wel bepaalde middelen ook voor beschikbaar zijn, want anders is die inzet onmogelijk. Dus het directe antwoord is, als wij bepaalde programma's inzetten, onder andere op het terrein van preventie, dan vraagt dat ook om middelen bij het departement. Heer Van Houwelingen. Dank voor uw antwoord. Ik begrijp dat het om middelen vraagt, maar ik kan me ook voorstellen dat allerlei programma's, investeringen, zoals bijvoorbeeld in dat integraal zorgakkoord, zijn op lager niveau. En het is nu wel, er ontstaat een discrepantie tussen het ministerie, wat steeds meer kosten maakt, als het ware, in vergelijking met de rest van de zorg. Terwijl datzelfde ministerie de rest van de zorg natuurlijk de les leest over van ja, je moet de kosten reduceren. Dus dat blijft voor mij heel wrang. Dus ik nogmaals mijn vraag van, is dat verstandig om het ministerie eigenlijk steeds een groter deel van het zorgbudget te laten, want dat is wat er gebeurt, dat geeft u ook toe eerlijk, dat stel ik op prijs, een steeds groter deel van het zorgbudget te laten consumeren. Minister. Ja, voorzitter, als de heer Van Houwelingen eigenlijk aanspoort van zorg nou telkens dat je de middelen binnen het departement naar verhouding zo beperkt mogelijk houdt, dan is het antwoord van mij en mijn collega's direct ja, daar willen wij ook op inzetten. En als u even kijkt naar de begrote apparaatskosten voor het gehele departement, en dan praat ik over de kern en de inspectie en de raden voor de komende jaren, dan is dat begroot voor nu op 557 miljoen in 2023, aflopend naar 420 miljoen in 2026. Heer Van Houwelingen. Ja, dat is geweldig, want dit is precies mijn volgende vraag. Dat maakt het perfecte bruggetje voor mij. Want kijk, ik voelde hem aankomen. Ja, ik voelde misschien dat we hier een spelletje met elkaar aan het spelen zijn. Want nou, inderdaad, dat is mijn volgende vraag. Want een van de vragen die we hadden natuurlijk was dat de begroting, zoals wij dat zien, die we elk jaar krijgen als Kamer, die klopt eigenlijk niet. Die is stelselmatig, dat was het punt dat we wilden maken, te laag ingeschat. Dus inderdaad, 550 miljoen is het ongeveer voor volgend jaar. Nu, dit jaar is het 600 miljoen. Maar elk jaar blijkt het toch weer hoger te zijn, ook voor corona. Dus dat is nu mijn vraag. Dus u zegt het gaat afnemen, maar ik durfde met u een goede fles wijn om te verwedden dat het volgend jaar, dat het toch weer boven die 600 miljoen zit. En dat geeft u in de beantwoording, geeft u ook zelf ook eigenlijk wel toe. Dus ik blijf eigenlijk in totale verwarring achter van wat is de betekenis, dat is eigenlijk mijn vraag, van de begroting zelf die we krijgen als Kamer. Ja, voorzitter. Die fles, ik ga geen weddenschap aan met de heer Van Houwelingen over de begroting van het departement, los van waar we dan eventueel zouden uitkomen. Maar waarvan de heer Van Houwelingen, en hij liet een prachtige figuur ook zien, maar we moeten ons wel realiseren dat dat gewoon te maken heeft met de overheidswijze van begroten. Zo wordt onder meer gedurende een begrotingsjaar de loon- en prijsbijstelling aan relevante budgetten toegevoegd.
bijvoorbeeld ter compensatie van een nieuwe cao, dan wel gestegen leveranciersprijzen. Hetzelfde geldt, en dan praten we over bijvoorbeeld in de afgelopen 2 jaar en dit jaar, over COVID-gerelateerde apparaatsuitgaven. Die worden niet aan de voorkant ingeboekt, maar alleen dan wanneer ze ook daadwerkelijk het ministerie aan de lat staat voor bijvoorbeeld het testen, traceren of andere onderdelen. De heer Van Houdingen. Dank, dat las ik ook in de antwoorden. Dus de begroting wordt bijgesteld onder andere op basis van prijsstijging, op basis van de CAO. Maar dan nogmaals mijn vraag, wat betekent dat? Wat betekent de begroting? Dat is eigenlijk de vraag op die we op Prinsjesdag krijgen. Omdat u zelf aangeeft, nu ook in uw antwoorden op de schriftelijke antwoorden, dat het altijd stelselmatig naar boven wordt bijgesteld. Dus die begroting is stelselmatig eigenlijk te laag ingeschat. Terwijl ik neem aan, wij als Kamer, dat we dat cijfer krijgen, zo gebruikt u het net volgens mij ook, om te kunnen zien, het gaat omlaag, hè, of het gaat omhoog. Dus wat betekent dat cijfer als het stelselmatig te laag ingeschat wordt? Minister. Ja, voorzitter. Dan komen we op een wat bredere discussie überhaupt over de begrotingssystematiek bij de overheid. Op het moment dat, ik gaf dat zojuist al aan, dat er lopende een jaar gereserveerde bedragen die nog niet op een begroting staan ingezet moeten worden, dan volgt er op dat moment een discussie over de overdracht van die middelen van Financiën en VWS bijschrijven. Maar dat leidt dan uiteindelijk in de realisatie tot een andere getal en een hoger getal veelal dan dat wat aan de voorkant van het jaar allereerst beschikbaar is en begroot is. Heer Van Houdingen, ja? Tot slot, dus inderdaad, en dan kom ik weer op het punt terug, want u zei net van die begroting neemt toe, maar wees u gerust, u ziet het in de begroting, het neemt ook weer af volgend jaar naar 550 miljoen, maar we kunnen dus eigenlijk, geeft u nu zelf toe, ervan uitgaan dat het waarschijnlijk volgend jaar toch weer bijvoorbeeld meer is dan 600 miljoen euro. Dus dat probleem van die stijgende begroting, dat blijft dan. Hè, ja. De minister. Voorzitter, waar de heer Van Houdingen van uit kan gaan, is dat onvoorziene posten voor nu niet in de begroting staan. Dank u wel. Mevrouw Ellemeet, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ik wil even terugkomen op het interruptiedebatje wat de heer Heijink had met de minister over de farmaceutische industrie. En het interessante is dat het ministerie van deze minister zelf ook nog niet zo lang geleden heeft geconcludeerd dat de farmaceutische industrie niet altijd het publiek belang voor ogen heeft. Maar dat er ook andere belangen meespelen, zoals veel winst maken. En dit heeft ook weer alles te maken met Intravac. Een heel waardevol instituut, organisatie, vaccinontwikkelaar die juist in het publiek belang denkt en werkt. En nu is deze minister, tot voor zover wij weten, van plan om ook dit vaccinontwikkelaar bedrijf te verkopen aan de markt. En nou wil ik hem toch vragen, denkt deze minister in termen van publiek belang als het om zoiets waardevols gaat als vaccin ontwikkelen? Of zegt hij, ik heb alle vertrouwen in de farmaceutische industrie? De minister. Ja, voorzitter. Allereerst, ik snap de tweedeling voor het debat. Maar die tweedeling, daar kan ik even niet in meegaan. Dat begrijpt mevrouw Ellemeet, denk ik ook, voorzitter. Als het gaat over het publieke belang en de farmaceutische industrie, dan kunnen we ook heel nuchter zijn. En allereerst, de farmaceutische industrie die zet zich in voor de ontwikkeling van producten, voor verbetering van kwaliteit van leven of voor verbetering van overlevingspercentages, etc. Dat kunnen we zien als een nobel streven. En ik weet wat dat betreft dat veel mensen die bij een farmaceutische industrie doen dat met volle overtuiging doen en blij zijn met nieuwe producten die ze soms naar de markt kunnen brengen. En terecht. Tegelijkertijd is de constatering ook heel nuchter dat zoiets ook bekostigd moet worden, dat daar ook een winstmarge op moet zetten. Maar ik ben het geheel met mevrouw Ellemeet eens dat er ook gewoon tal van situaties zijn waarbij onduidelijk is waar een prijs nu precies op gebaseerd is. Of soms zelfs nog een stapje verder, dat het eigenlijk heel erg duidelijk is en heel transparant is aan de voorkant dat er prijzen gevraagd worden die in geen enkele verhouding staan tot de daadwerkelijke productie- en ontwikkelingskosten. En ik ken ook voorbeelden, ook uit mijn vorige rol, waarbij er bijvoorbeeld een product jarenlang gemaakt werd binnen het Erasmus MC voor eigen patiënten. Dat op een gegeven moment, en dan komen we terug op een discussie terecht van de heer Heijn zojuist over patenten, er op een slimme manier een patent overgenomen werd door een bedrijf, een internationaal bedrijf, en vervolgens hetzelfde product voor ongeveer het tienvoudige van de kosten op de markt gebracht werd. En dat zijn precies de praktijken waarvan ik denk, dat kunnen wij anders. Dat moeten we ook echt anders. Dat kan wel alleen maar in internationaal verband. En als we dan komen, voorzitter, bij de specifieke vraag over Intravac, dan deel ik geheel met mevrouw Ellemeet dat beschikbaarheid en toegang tot vaccins een publiek belang is. Dat publieke belang behartigd wordt door samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en industrie.
op een juiste manier stimuleren. Sluit aan bij de discussie van zojuist. Dat we dat ook willen doen met gerichte programma's. Dat de COVID-periode ons dat ook extra heeft geleerd. Dat er meerdere bedrijven in Nederland zijn en daarbuiten die actief zijn in vaccinontwikkeling. Dat Intravac daar één van is. Maar voorzitter, dat het ook zo is dat als je kijkt naar het oorspronkelijke Nederlandse vaccininstituut. Dat zoals u weet, zoals de Kamer eerder geïnformeerd is en bij betrokken was, dat in 2012 de productieeenheid van dat vaccininstituut verkocht is. En wat er overgebleven is, is eigenlijk een hele kleine eenheid die zich specifiek richt op een onderdeel van research. Een hele kleine eenheid, er werken volgens mijn informatie ongeveer 100 mensen. En dat die eigenlijk op de specifieke vaccinontwikkeling en de productie geen enkele meerwaarde heeft en nu in de huidige setting oorspronkelijk destijds bij het verkoop een onderdeel werd van VWS en op een later moment als een BV met de overheid als enige aandeelhouder neergezet is met de aanzet om dat te verkopen. En daar is een discussie al lang over, 2016, 2018. In 2020 met COVID is dat tijdelijk stilgezet. En nu zitten we in een andere situatie. En nu ligt het voorstel voor om dat alsnog door te zetten. Mevrouw Ellemeet. Ja, voorzitter, ik vind dit wel een hele treurige conclusie van de minister. Eigenlijk zegt hij met zoveel woorden, ik heb het opgegeven. We geven het aan de markt. En wat stelt het allemaal nog voor? Dat zou de minister toch niet moeten willen zeggen. Zoiets belangrijks als vaccins ontwikkelen en kunnen produceren. Het is al erg genoeg dat we die productie aan de markt hebben verkocht. Voor een luttele 32 miljoen euro. En dat was in tijden dat we het geld heel hard nodig hadden. En dat er alleen vanuit het financieel oogpunt gekeken werd naar die verkoop. Vervolgens, daar heeft de minister gelijk in, dit loopt al heel erg lang. Is er in 2014 door zijn eigen ministerie mensen daar gezegd. Het is in nationaal en internationaal belang dat wij in ieder geval die ontwikkelaar zelf houden. Voormalig minister Ab Klink heeft ook nog een paar jaar geleden gezegd, het is een van de grootste fouten die we de afgelopen jaren binnen VWS hebben gemaakt om de productietak te verkopen. De heer minister De Jonge heeft in zijn vorige functie gezegd, we moeten echt proberen om dit te behouden. Heeft deze minister dan niets geleerd van die coronatijd? Het zou toch prioriteit nummer 1 moeten zijn om regie te houden over zoiets belangrijks als het ontwikkelen en ook wat mij betreft produceren van vaccins. Dank u wel. Het zou toch aan de minister moeten zijn om te zeggen, we maken die vaccinontwikkelaar sterker en ik hou de regie bij mij. De minister. Ja, voorzitter. Ik denk dat we heel veel geleerd hebben. Ik wil niet specifiek ingaan op de positie en de bijdrage van Intravac tijdens de COVID-periode en de ontwikkeling van vaccins. Laat ik alleen zeggen, Intravac heel nadrukkelijk is niet voor vaccinproductie. Daar zijn ze niet van, dat kunnen ze niet, daar zijn ze niet op ingericht. Het onderdeel wat daar wel op ingericht was, hebben wij 10 jaar geleden verkocht. Daar kunnen we nu misschien op een andere manier op terugkijken, maar dat is destijds gebeurd en dat kan ik niet terugdraaien. Voor Intravac, om het sterker te positioneren, is het mijn overtuiging dat het verstandig is om opnieuw op te pakken de beweging die een aantal jaar geleden is ingezet. Mevrouw Ellemeet. Ja, ik concludeer. Deze minister kiest voor de markt en niet voor het publiek belang en op zoiets wezenlijks. Want natuurlijk, produceren is één ding, maar het ontwikkelen is even cruciaal. En we weten ook, we hebben gezien wat het doet als we alles uit handen geven aan producenten die denken in termen van marktbelang. Tuurlijk zijn er verschillende belangen en motieven en zijn ze niet alleen op winst gericht. Maar we hebben gezien wat het betekent als winst te verdubbelen of vertienvoudigen. En dat moeten we niet willen. Ik vind het echt zonde en heel eerlijk gezegd ook een beetje teleurstellend dat deze minister op zoiets cruciaals zegt, ik heb alle vertrouwen in de markt. Ja, voorzitter, ik gaf al eerder in mijn toelichting aan dat ik helemaal niet alle vertrouwen heb in de markt. Alleen Intravac is wat dit betreft geen onderdeel van de markt in termen van vaccinproductie en verkoop van vaccins. Dat onderdeel hebben wij 10 jaar geleden verkocht. Heeft Daar gezegd. Kunnen we nu andere kwalificaties en gevoelens bij hebben, maar dat is de realiteit. De heer Van Hagen, Groep Van Hagen. Ja, voorzitter, misschien toch nog even hierop doorgaand. Hè. Misschien moeten we het niet hebben over markt versus overheid, maar gewoon toch over de soevereiniteit die Nederland zou moeten hebben op het gebied van hulpmiddelen, geneesmiddelen. Dus ik ben benieuwd hoe de minister dan aankijkt tegen die soevereiniteit die wij toch op enig moment moeten hebben. Want we hebben in coronatijd gezien dat die solidariteit in ieder geval van andere landen ontbreekt. De minister. Ja, voorzitter, in coronatijd hebben we inderdaad teleurgesteld in allerlei aannames die we in het verleden hadden over directe beschikbaarheid van de meest eenvoudige dingen zoals mondkapjes.
over de openheid van Europese grenzen. Het heeft ons dus echt geleerd dat je daar nadrukkelijk op een andere manier naar moet kijken. Maar tegelijkertijd heeft het ons ook wel geleerd dat het onmogelijk is om alleen als Nederland alles beschikbaar te hebben op je eigen bodem en alles te produceren wat je bij een onvoorziene omstandigheid in de gezondheidszorg mogelijk nodig zou hebben. Dus je moet dit op een breder verband doen. Hoeveel we ook geleerd hebben van dat op een bepaald moment grenzen dicht gingen. Wij hebben daar last van gehad. Omringende landen hebben daar ook last van gehad. Heer Van Hagen. Ja, voorzitter, dat is een hele leuke beschrijving van wat er is misgegaan. Maar de minister is natuurlijk nu al een tijdje minister. En ik ben benieuwd, wat voor leerpunten hebben we dan meegenomen uit die coronaperiode? En wat doen we dan nu anders, zodat we dat soort dingen niet meer gaan meemaken? Ja, voorzitter, wat we onder andere anders doen is toch op een aanvullende manier, een andere manier ook in Europees verband hierover spreken. Ik mag in herinnering roepen toch de wijze waarop we wel succesvol in Europa in gezamenlijkheid ingezet hebben op de snelle aankoop en de snelle beschikbaarheid van vaccins. Zowel bij het eerste als het tweede als latere vaccins, om één voorbeeld te noemen. Een ander voorbeeld wat ik kan noemen is toch ook de bredere samenwerking in Europa. Eerst begonnen tussen Nederland en Duitsland. En in kleinere zin ook tussen Nederland en België, maar daarna veel breder, om bijvoorbeeld ook in patiëntenzorg elkaar te helpen. De heer Van Hagen. Ja, voorzitter, die samenwerking in Europa was nou juist datgene wat compleet faalde in coronatijd. Maar goed, laat ik niet al mijn interrupties hier aan verpesten. Hoeveel heb ik er eigenlijk? U heeft er nu 3 gehad, heeft er nog 5. Nog 5? Oké, nou dan is goed nieuws. Oh jee. Nee, ik kom te kort. Ik had nog een andere vraag, die heb ik al gesteld, maar ik weet niet, want die blokjes waren nogal algemeen. Wat mijn partij BVNL verbaast, is dat we het off-label voorschrijven van antivirale middelen, zoals ivermectine, snoeihard aanpakken. Terwijl er toch onderzoeken zijn waaruit blijkt dat het op een bepaalde manier toegediend, op een bepaald moment lijkt te werken. Bij allerlei andere geneesmiddelen vinden we het off-label voorschrijven, hè, door een arts vinden we volstrekt acceptabel, maar hier gaan we er snoeihard in. Kunt u mij dat verschil uitleggen? De minister. Voorzitter, ja, dat kan ik van harte. Zoals al meermalen geïnformeerd, ook in de beantwoording van Kamervragen, Kamerbrieven en in debatten, zijn het specifieke geval de middelen ivermectine en hydroxychloroquine niet opgenomen, ik zeg nadrukkelijk, niet opgenomen in de richtlijn voor de behandeling van COVID-19. De medische beroepsgroep stelt dit op en bepaalt dit. En artsen die vervolgens tegen een richtlijn in dit willens en wetens toch voorschrijven, ja, daar vind ik het wat dat betreft uitstekend. Het is niet op mijn verzoek, maar dat de inspectie daar nadrukkelijk naar kijkt. En zoals u weet zijn er onlangs ook een aantal professionals voor beboet. De heer Van Hagen. Nee, maar waarom gebeurt dat dan bij andere medicijnen niet? Als iemand die Clovenac wil voorschrijven, een arts, voor iets waarvan hij denkt, nou, dit is hartstikke leuk, dan doet hij dat. En dan komt er helemaal geen inspectie langs. Maar bij ivermectine, een volkomen onschadelijk middel, zonder bijwerkingen, dan wel. Dus ik begrijp het verschil niet. Kijk, als die richtlijn voor alles hetzelfde zou gelden, en dat is een discussie die ik wel vaker heb, hè, meestal met de premier, maar nu met deze minister. Het gebrek aan gelijke monniken, gelijke kappen, het hanteren van continu dubbele standaarden. Dat is wel zo verbazingwekkend. Als het ene regime geldt, prima, maar dan ook voor alles. Minister. Ja, voorzitter, ik denk dat er wat verwarring hier zit in het concept gelijke middelen, gelijke monniken, gelijke kappen. Ik struikel er zelf over. Gelijke monniken, gelijke kappen. Het voorbeeld wat de heer Van Hagen aanhaalt, voorzitter, ten aanzien van compassionate use, komt er in de praktijk over het algemeen op neer dat een middel geregistreerd is voor één specifieke aandoening. En dat een aandoening die daarop lijkt, maar waar het middel niet voor geregistreerd is, maar waarin een specifieke patiënt geen alternatief voor is, in overleg met een patiënt en met nauwkeurige informatie soms toegepast wordt. Compassionate use of label. Zitten nadrukkelijke voorwaarden aan. Waar het hier om gaat, is dat er nadrukkelijk geconstateerd is dat ivermectine en hydroxychloroquine bij COVID-19 niet effectief zijn, en een patiënt wel blootstellen aan de potentiële bijwerkingen daarvan. Dat is niet gelijke monniken, gelijke kappen. Dat betekent een patiënt iets geven waarvan bewezen is en jouw vakbroeders en zusters zeggen, dit werkt niet, dit moet je niet doen, dat willens en wetens toch voorschrijven. Ja, daar zijn ook in de Nederlandse gezondheidszorg zijn daar gelukkig bepaalde maatregelen voor en zijn er ook richtlijnen voor.
Ja, voorzitter, ik ben natuurlijk geen arts, dus ik zou dat liever aan de arts overlaten. Maar als ik dan de statistieken bekijk en ik zie de bijwerkingen van een stofje als ivermectine, dan is dat vele malen minder dan de bijwerkingen die ik nu lees in de statistieken bij toediening van een vaccin, al dan niet onder dwang. Dus ik vind dat een vrij brede interpretatie van de misstand. Maar goed, dan mijn laatste vraag. Voorzitter, als ik daar één korte reactie op mag doen. Ik denk dat het in dit kader gewoon irrelevant is wat de bijwerkingen zijn. Er zijn bijwerkingen en het werkt niet. En iets toedienen aan een patiënt waarvan je van tevoren weet dat het niet werkt, en een patiënt daarmee blootstellen aan de potentiële bijwerking, wat ze dan ook zijn, is gewoon not done. Dat is niet acceptabel. Daar zijn richtlijnen voor. En daar ziet een inspectie op toe. Heer Van Hagen. Ja, het blijft mij dan toch verbazen dat er talloze artsen zijn en hoogleraren in het buitenland die zeggen dat het allemaal wel werkt en die dan ook met onderzoeken komen. Maar goed, in Nederland kunnen we misschien helemaal dat anders interpreteren. Mijn laatste vraag is, er staat 2,7 miljard in de begroting gereserveerd voor de volgende coronagolf. Nou, blijkbaar komt die eraan. Dat is allemaal heel jammer. Maar is het niet beter om dan twee vliegen in één klap te slaan en die 2,7 miljard te steken in het opschalen van de zorg, bijvoorbeeld het vermeerderen van het aantal IC-bedden? En dan ben je sowieso voorbereid, maar dan heb je in ieder geval nog iets goeds gedaan. De minister. Ja, voorzitter, uw Kamer heeft terecht ook afgelopen dinsdag, maar ook bij eerder debatten, onder andere bij het debat over het integrale zorgakkoord, heel veel gezegd over en ons gestimuleerd om meer in te zetten op preventie. En ik zeg terecht, en ik vind het een terechte opmerking. Er zijn ook vragen gesteld, onder andere nu over hoe wij aankijken tegen het feit dat je in termen van effectiviteit soms bij preventie rekening houdt met andere bedragen dan bij bij therapeutische of somatische zorg. En als we nou echt willen inzetten op preventie in het kader van corona, dan is een van de dingen die je bij uitstek kunt doen, is mensen hernieuwd een vaccin aanbieden. Dat kost wel geld. Daar moet je dan dus, als je daar rekening mee houdt dat het volgend jaar weer nodig is, moet je daar middelen voor reserveren. U vervolgt uw betoog. We gaan weer naar het onderwerp kwaliteit. Ja, voorzitter. Ik kom dan bij een vraag van de heer Omtzigt over post-COVID en biomedisch onderzoek. Ziet de minister dit als nuttig? En het antwoord is, ik zie dat als buitengewoon nuttig. En ik ben wat dat betreft dus ook blij dat er gestart is met onderzoek naar post-COVID. En dat er op dit moment ook ruime aandacht is binnen de wetenschap voor onderzoek naar alle aspecten van post-COVID. Zo faciliteert het ministerie van VWS op dit moment via ZonMW 18 onderzoeken, waarvan 12 biomedisch van aard, dan wel met een biomedische component. En ik zal niet bij elke stilstaan, maar voorzitter, dat betreft onder andere onderzoek naar het gebied van diagnostiek in visualisatie van ons neurologische systeem, ons brein, bij patiënten zonder en met post-COVID. Het is visualisatie van hartritme en hartritmestoornissen en eventuele ontsteking in het hart. Het is inzet op revalidatieprogramma's als een aantal van die verschillende aspecten. Mevrouw Simons, bijeen. Dank u, voorzitter. De heer Omtzigt, en ik ben een van de mede-ondertekenaars, doet een verzoek rondom onderzoek naar biomedisch onderzoek naar long-covid. En ik merk dat de minister eraan hecht dat post-covid te noemen. Ik denk dat het goed is als ik hem de gelegenheid geef om ook aan iedereen die meekijkt en die zichzelf als long-covid-patiënt ziet, even te duiden waarom de minister denkt dat post-covid de gepaste term is. Daar waar patiënten, en dan spreek ik namens mijzelf, echt spreken over long-covid. Ja, minister. Voorzitter, zonder in de semantiek te vervallen. Ik keur niet de ene term of geen van beide termen goed of af. Dat is ook helemaal niet aan mij. Maar er zitten twee specifieke items hier aan. Eén, long-covid wordt door veel patiënten geïnterpreteerd als langdurige klachten van de long. En voorzitter, mevrouw Simons en ik weten dat dat klachtenspectrum veel breder is. Dus aan de ene kant leidt voor mij long-covid, ook al is het de vertaling uit het Engels, regelmatig tot verwarring. Ik heb dat gewoon zelf ook in gesprekken bijvoorbeeld met patiënten wel gemerkt. En de andere is dat long-covid de suggestie wekt dat er sprake is, nog steeds, van covid zelf. De directe corona-gerelateerde ontsteking met alles wat daarbij komt, van klachten van de bovenste luchtwegklachten, eventueel longontsteking. En opnieuw, het klachtenpatroon is veel breder.
Dus het zijn klachten na het doorgemaakt hebben van een periode van evidente COVID. Mevrouw Simons. Voorzitter, ik denk dat de minister gelijk heeft als hij zegt dat dit niet de tijd en de plek is voor de semantische discussie. Ik zou hem toch graag een keer wellicht op een ander moment met hem willen voeren. Maar ik dacht dat het goed was om even toch voor de mensen die meekijken deze semantiek uit te leggen. Ja, dank. En dat gesprek van harte. Ik, zoals al gezegd, ik heb geen appreciatie bij welke term dan ook. Ik gebruik zelf post-COVID om de reden zoals genoemd. Heer Heijink, SP. Dank, voorzitter. Nu het toch over corona gaat. De SP had een amendement ingediend over een fonds voor zorgverleners die nog steeds te lijden hebben onder post-COVID. En ik zou de minister willen vragen, waarom heeft hij in de begroting voor volgend jaar nog 161 miljoen euro opgenomen voor corona-toegangsverwijzen? Minister. Voorzitter, opnieuw even hier wat hier voor nu is opgenomen, is de potentie dat er toch op welke reden dan ook, en je hebt onlangs weer gezien dat het vanuit een aantal sectoren de vraag was of er bij een ernstige opvlamming van een coronapandemie toch weer nagedacht kan worden over de mogelijkheid van inzet van testen voor toegang, bijvoorbeeld bij evenementen. Laat ik daar ook heel duidelijk bij zeggen, op dit moment kan het niet. Is er ook geen mogelijkheid? Heb ik ook niet de mogelijkheid ingediend om dat te creëren? Heb ik me daar eerder ook al over uitgesproken? Dus wat dat betreft is het bedrag, maar dan komen we even terug op de systematiek zoals zojuist al besproken, is het niet meer dan een reservering en niet verder dan dat. Heer Heijink. Wat ik dus bijzonder pijnlijk vind, voorzitter, is dat er wel een reservering wordt gedaan voor coronatoegangsverwijzen die en niemand hier op dit moment wil, waar op dit moment geen juridische basis voor is, en ook nog eens waarvan we weten dat ze in de praktijk eigenlijk niet werken. Daar wordt geld voor gereserveerd. Maar waar wordt geen geld voor gereserveerd? Voor die zorgverleners die onze hulp nodig hebben. Ook in financiële zin. En bonden willen graag, vakbonden willen graag, wij willen graag 150 miljoen euro reserveren voor die mensen. En dat kan dan niet. Terwijl voor die coronatoegangsverwijzen die eigenlijk niemand wil, daar wordt wel geld voor gereserveerd. Kan de minister uitleggen waarom dat een eerlijke manier van regeren en begroten is? De minister. Ja, voorzitter. Allereerst even ten aanzien van niemand wil. Ik gaf zojuist al even aan dat er bepaalde sectoren zijn die hierom vragen. Nogmaals, ik mag ondernemen op dit terrein geen enkele actie, tenzij daar een bredere vraag voor is. En ten aanzien van de inzet en de middelen en een fonds voor medewerkers, kijk ik naar minister Helder die daar straks op terug zal komen. Ik weet dat de minister daarop gaat terugkomen. Mij gaat het om de principiële vraag. Hoe kan het dat er wel geld gereserveerd wordt voor coronatoegangsverwijzen, terwijl daar op dit moment helemaal geen draagvlak voor is? En hoe kan het dat er geen geld gereserveerd wordt voor een fonds voor coronapatiënten, zorgverleners met corona, waar wel brede overeenstemming over is dat daar geld voor gereserveerd moet worden? Waarom is daar geen geld voor gereserveerd en wel voor iets wat wij niet willen? Ja, waarvan de minister ook zegt dat gaat er niet komen. Ja, voorzitter, ik snap de koppeling. Zo is hij niet gekoppeld. Ik geef nadrukkelijk aan op mijn onderdeel waar geld voor gereserveerd is in de kans dat dat ingezet zou kunnen worden. Als u mij vraagt van wat is de kans dat het daarvoor ingezet wordt, op dit moment waarschijnlijk heel erg klein. Ten aanzien van een fonds voor mensen met langdurige klachten na een COVID, de post-COVID en de zorg, verwijs ik naar minister Helder die daar straks apart op terugkomt. Voorzitter, ik kom bij een vraag van mevrouw Paulusma over hoe rekening te houden met verschillen in seksen in gezondheid en onderzoek. Via een taakopdracht gender en onderzoek heb ik ZonMW gevraagd om duurzame aandacht voor en integratie van seksen en gender in onderzoek en onderzoeksprogrammering verder te stimuleren. Er is bewust gekozen om geen aparte onderzoeksprogramma meer te laten plaatsvinden, omdat het onderwerp seksen / gender feitelijk bij elk onderzoek aan de orde kan zijn. En daarom is aan ZonMW gevraagd om de ontwikkelingen op dit terrein in gezondheidsonderzoek actief te stimuleren en verdere inbeddingen van in wetenschappelijk onderzoek te bewerkstelligen. Ik heb ZonMW daarbij verzocht om op basis van de bovengestaande ingezette beweging binnen de lopende programma's te bezien of er aantoonbare kennisgaps op thematiek of onderwerpen zijn waarvoor aandacht moet komen op dit terrein. ZonMW heeft dit opgepakt door aandacht voor seksen en gender standaard mee te nemen in de opzet van programma's, subsidievoorwaarden, monitoring en evaluatie.
In 2023 gaat bijvoorbeeld het volgende vierjaarlijkse preventieprogramma van ZonMW van start. Zij zijn erbij gevraagd om ook in dit programmavoorstel aandacht aan dit onderwerp te besteden. Mevrouw Paulusma, D66. Dank voorzitter en ook dank aan de minister voor dit antwoord. Maar ik had de minister ook heel specifiek gevraagd naar zijn eigen rol. Ik zag ook een heel mooi filmpje voorbij komen van allerlei zingende vrouwen. En volgens mij heeft u daar uw ambassadeursrol ook weer enorm bevestigd. En ik ben wel zoekende naar niet alleen wat u extern doet, maar ook wat de minister extern doet, maar ook wat de minister in het eigen departement doet. En in dat licht van die zingende vrouwen hadden wij hier laatst ook een petitie. Die werd ons aangeboden, onder andere de Women Inc. Die ging over onderzoek. Echt heel specifiek op vrouwspecifieke aandoeningen. En ik vroeg me af of de minister in het licht van het ambassadeurschap daar ook nog wat over kan zeggen. De minister. Ja, voorzitter, met dank. Dat klopt inderdaad, het filmpje met veel dank door mensen die dat heel uitgebreid in het hele land hadden opgehaald. Ik vul dat ambassadeurschap, voorzitter, in onder meer door het thema te agenderen, bespreekbaar te maken en daardoor het thema blijvend onder de aandacht te houden. Ik bespreek het in overleggen met koepels van beroepsgroepen en met maatschappelijke organisaties, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen kwalitatief goede, passende zorg ontvangt. Dat wil zeggen zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven en het functioneren van een patiënt. Bij die passende zorg gaat het nadrukkelijk ook, ik zei het ook in mijn inleiding ook al, ook om seksen en genderverschillen. Mijn inzet is dat door rekening te houden met die diversiteit er voor iedereen optimale kansen op een goede gezondheid en goede zorg bestaan. Mevrouw Ellemeet, of mevrouw Paulusma nog even. Ja, D66. Voorzitter, en ik hoop dat het niet van mijn interrupties afgaat, want ik kreeg geen antwoord op mijn vraag. Want ik vroeg heel specifiek, ik las het antwoord van de minister, wat gaat de minister als ambassadeur binnen zijn eigen departement doen? En ik laat ik een heel concreet voorbeeld doen. Het programma onderdeel dementie of het programma onderdeel dakloosheid. Is het departement zich ook bewust van deze agenda en het ambassadeurschap van de minister als het gaat om dit specifieke onderwerp? En het antwoord is ja. Voorzitter, en dat geldt voor mij, maar dat geldt ook voor beide collega's. Kan de minister nog aangeven hoe? Ja. Door ditzelfde onderwerp bij het tot stand komen van elk van die agenda's, en daarmee dus ook onder andere het overleg met de verschillende directies en het veld ook nadrukkelijk te agenderen. Mevrouw Ellemeet, GroenLinks. Ja, hier nog even op doorgaan. Er zijn eigenlijk twee dingen. Eén, je wil dat in de brede onderzoeken er ook aandacht is voor gender en specifieke seksspecifieke elementen. Dat is volgens mij ook wat mevrouw Paulusma bedoelt. Daarnaast is het heel belangrijk en wenselijk dat er ook voor bijvoorbeeld echt vrouwspecifieke ziektes meer aandacht komt. Dus die twee elementen zijn wat mij betreft heel erg belangrijk. Ik heb zelf een pleidooi gehouden voor meer aandacht voor endometriose. Ik zou daar de minister ook graag over willen horen. Is hij inderdaad voorstander voor het organiseren van een landelijke voorlichtingscampagne? En is hij bereid om met de experts op het gebied van endometriose, met een onderzoeksinstituut als ZonMW en hemzelf, om de tafel te gaan zitten om te bespreken hoe komt het nou toch, want dat hoor ik veel terug, dat veel van die onderzoeksvoorstellen eigenlijk toch niet gehonoreerd worden. Zonder dat je kan zeggen de minister gaat lobbyen voor die onderzoeksvoorstellen. Maar het gaat mij meer om wat daarachter zit. Namelijk, is er voldoende oog voor seksspecifieke en vrouwspecifieke ziektes? De minister. Dank. Ik ben bereid om daarvoor met ZonMW en partners om de tafel te gaan zitten. Onder andere om dan te kijken van hoe komt het dat dit soort onderzoek minder gehonoreerd wordt. Ten aanzien van een brede campagne. Ik heb het pleidooi van mevrouw Ellemeet ook al bij de eerste termijn van de Kamer nadrukkelijk gehoord. En ik wil me van harte daarvoor inzetten. Voorzitter, dat brengt mij op de vraag van mevrouw Paulusma ook over de stand van zaken als het gaat om het uitnodigen van transgender personen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Transgender personen, voorzitter, die binnen de doelgroep vallen, kunnen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat geldt ook voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Sinds 1 oktober van dit jaar kunnen transgender personen zich eenmalig aanmelden bij het bevolkingsonderzoek Nederland, waarna zij automatisch voor iedere screeningsronde worden uitgenodigd om deel te nemen aan de genoemde bevolkingsonderzoeken. Voorheen moesten ze zich bij iedere ronde opnieuw aanmelden.
De geldende werkwijze sinds 1 oktober is afgestemd met de belangenverenigingen en genderpolies en wordt ook breed gecommuniceerd. Voorzitter, dat brengt mij op de vraag van mevrouw Simons ten aanzien van de wachtlijsten in de transgenderzorg. En de terechte vraag hoe wij dat willen aanpakken en welke acties worden ingezet voor een soepele doorstroom, investeren in polyklinieken, et cetera. Voorzitter, de lange wachtlijsten voor toegang tot transgenderzorg en het effect hiervan op de transgender personen en hun naasten baren mij, net als mevrouw Simons, zorgen. Daarom heeft VWS in 2018 samen met de Zorgverzekeraars Nederland de kwartiermaker transgenderzorg aangesteld. De opdracht is, mede naar aanleiding van een Kamermotie, verlengd tot eind van dit jaar. Betrokkenheid van de verzekeraars bij het werk van de kwartiermaker is van belang, omdat het aan de verzekeraars is om voldoende zorg in te kopen voor verzekerden binnen een redelijke tijd en reisafstand. En de NZA houdt hier toezicht op. De afgelopen jaren is er wat dat betreft veel gebeurd op meerdere terreinen. Ten aanzien van het aanbod is het beeld dat tussen 2019 en 2023 het verwachte aantal behandelplekken voor bijvoorbeeld psychologische zorg voor personen jonger dan 18 is gestegen van 849 naar 1880. 121% erbij. En dat het voor personen vanaf 18 jaar is gestegen van 812 naar 4560. Dat is 317% erbij. Daarnaast zijn er nieuwe zorgnetwerken bijgekomen. Staat de transgenderzorg beter op het netvlies van partijen in het veld en weten de partijen in hetzelfde zorg elkaar goed te vinden. Maar terwijl die capaciteit is uitgebreid en aanzienlijk is uitgebreid in een aantal jaren tijd, met veel dank aan de inzet van al die partijen, is de zorgvraag ook voor toegenomen. En dat heeft er helaas toe geleid dat bijvoorbeeld volgens de voorlopige cijfers van de kwartiermaker in 4 jaar tijd de vraag, het aantal aanmeldingen voor een eerste intake voor een psycholoog of psychiater voor indicatiestelling met meer dan 200% is toegenomen. Nou, dat betekent dat we nog steeds, terwijl er heel veel extra capaciteit is, nog steeds te maken hebben met onacceptabel lange wachttijden. En dat betekent dat ik u eind 22 informeer over de rapportage van de kwartiermaker. En mede gelet op een advies wat de kwartiermaker hierover zal uitbrengen, ook in zal gaan op de vraag hoe verder te gaan met de transgenderzorg volgend jaar. Kijk even of al uw vragen zijn. Alle vragen zijn beantwoord over de transgenderzorg. Ja. Ja, mevrouw Simons bijeen. Dank u, voorzitter. Ik dank de minister voor de toezegging om nog voor het einde van dit jaar met dat overzicht en die uitkomsten te komen. Daar kijk ik heel erg naar uit, want ik maak me grote zorgen. En ik hoor de minister zeggen dat hij zich ook zorgen maakt. Ik wil erop wijzen dat de kwartiermaker dus al sinds 2018 bezig is. Dat ik diens werkzaamheden vorig jaar nog via een motie verlengd heb moeten krijgen. Dus dat het na 5 jaar echt tijd is om tot concrete actie over te gaan. En dat brengt me bij de wachtlijsten. De zorgvraag is toegenomen, juist ook omdat het onderwerp maatschappelijk breder op de kaart staat, er meer acceptatie is. Maar ook omdat we nog steeds dat niet hebben ondergebracht bij de eerste lijn zorg. En men nog steeds eerst langs een psycholoog of andere GGZ-zorgverlener moet, denk ik. Dus ik wacht op het rapport eind van het jaar, maar ik hoop toch dat we daar ook definitief mee gaan afrekenen. Ik maak me ook echt de zorgen, voorzitter, en dan kom ik tot mijn vraag over de betrokkenheid van verzekeraars. Want de minister zegt, ik ben niet verantwoordelijk voor het is niet aan mij om de investering te doen in meer polyklinieken. Dat is ook aan verzekeraars. En dan spreek ik eigenlijk hier dezelfde zorgen uit die mevrouw Ellemeet uitspreekt als het gaat rondom het onderwerp van genderzorg. Als wij onze zorg en de kwaliteit daarvan en ook de snelheid waarmee het gerealiseerd wordt in handen moeten leggen van zorgverzekeraars, en we zijn al 5 jaar bezig met een kwartiermaker, voorzitter, dan maak ik me heel erg zorgen. Dus ik zou van de minister toch nog iets willen horen dat mij doet geloven in zijn daadkracht rondom dit onderwerp. De minister. Ja, voorzitter, dank. En allereerst laat ik zeggen, ik gaf het zojuist al aan, dat ik deel de zorgen over wachttijden. En ik me goed realiseer, ik heb ook met jongeren gesproken, onder andere jongeren die op zo'n wachtlijst staan, wat dit voor impact heeft. Ik zie dat in mijn eigen omgeving ook. En ik denk dat velen van ons dat ergens in de nabije omgeving wel zien. Het heeft grote impact. Eens te meer als je toch in een leeftijd waar je je sterk ontwikkelt, jarenlang zit te wachten überhaupt voor een eerste intake. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat als je kijkt naar de inzet die er door het veld, verzekeraars, zorgpartijen, de kwartiermaker in de afgelopen periode is gedaan,
dan moeten we ook wel even kijken van ja, hoe gaan we dit nu goed adresseren? Want als er in relatief korte tijd bijvoorbeeld het aantal plekken voor psychologische zorg voor personen vanaf 18 jaar is uitgebreid van 800 naar 4500 en de wachtlijst nog sneller toeneemt, ja, dan moeten we even kijken waar moet dit dan naartoe? Eens te meer, omdat eigenlijk het exacte overzicht over wat kunnen we dan verder nog verwachten, ontbreekt. Dus dan kun je het ook nauwelijks inrichten als je niet weet waar het naartoe gaat. Dus ik wil graag echt even wachten op die kwartiermaker. En ik kom er dan op terug met voor nu alleen maar aangeven, ik deel de zorgen. Maar ik zie ook wel dat de inspanningen die het zorgveld daarvoor levert, dat je nauwelijks kunt verwachten dat het zorgveld dat nog verder accelereert. Mevrouw Simons. We zijn het grotendeels met elkaar eens, voorzitter. Dat is een beetje hoe ik deze uitwisseling hoor. Ik zou alleen aan de minister nog extra willen vragen, als hij eind van het jaar met een dergelijk overzicht of van die uitkomsten komt, of hij dan ook al wil hebben nagedacht over het wegnemen van het pathologiseren van deze doelgroep. En echt wil kijken naar hoe kunnen we... Want ik denk dat daar namelijk een grote oplossing zit voor het probleem dat we gezamenlijk constateren. Ja, voorzitter, ik sta open voor iedere oplossing en heb daar ook echt even het advies van de kwartiermaker voor nodig. Voorzitter, ik kom bijna aan het eind van dit blokje kwaliteit. En zoals gezegd had ik er dan nog één andere, maar nog twee vragen. De eerste is een vraag van mevrouw Bikker over het verbeteren van de counseling bij prenatale screening, door daarover in gesprek te gaan met ouderverenigingen. Voorzitter, alle zwangere vrouwen in Nederland die geïnformeerd willen worden over prenatale screening krijgen een waardevrij counselingsgesprek met een speciaal hiervoor opgeleid verloskundig zorgverlener aangeboden. Daarbij worden vrouwen geïnformeerd over prenatale screening, waarbij ook aandacht is voor de mogelijke uitslagen van die screening en voor het leven met een kind met één van de aandoeningen waarop gescreend wordt. Die counseling valt onder de prenatale screening en wordt continu geoptimaliseerd onder regie van het RIVM en met betrokkenheid van patiëntenorganisaties. Ik ben ervan overtuigd dat hiermee, voorzitter, begeleiding van zwangere vrouwen rond prenatale screening goed is vormgegeven. Maar ik ben van harte bereid in gesprek te gaan met relevante organisaties over eventueel ervaren knelpunten. Voorzitter, tot slot in dit blokje kom ik op een vraag van mevrouw Van Es over de doelstelling om in 2025 in 50% van de ziekenhuizen een gezond voedselaanbod te hebben voor patiënten, waarbij ook oog is voor vegetariërs en veganisten. Voorzitter, ik deel geheel de mening dat gezonde en passende voeding belangrijk is voor iedereen en zeker voor patiënten. Het voedingsaanbod in een zorginstelling is een van de aspecten van kwaliteit van zorg en is de verantwoordelijkheid wel van de zorginstelling zelf. De afspraak die mevrouw Van Es aanhaalde in de eerste termijn van de Kamer, voorzitter, is in het Nationaal Preventieakkoord gemaakt, onder andere samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En die beweging gaat de goede kant op. Intussen zijn 50 ziekenhuizen en zorginstellingen hard aan de slag voor gezonder voedingsaanbod via het goede zorgproefje. Dat wil overigens, laat ik dat zeggen, niet zeggen dat andere instellingen louter ongezond eten verstrekken. Zoals in de beantwoording van de Kamervragen van mevrouw Van Es heeft ook de staatssecretaris van VWS aan de uitvoerders van dit project het signaal meegegeven aandacht te hebben voor een gezond vegetarisch of veganistisch voedingsaanbod. Mevrouw Van Es, Partij voor de Dieren. En daarna schorsen we even voor een paar minuten voordat u verder gaat naar het volgende onderwerp, toegankelijke zorg. Mevrouw Van Es, Partij voor de Dieren. Nou, voorzitter, hartelijk dank voor dit antwoord. Ik ga even op een ander bod gooien. Er zijn natuurlijk heel veel vragen gesteld en schriftelijk heel veel antwoorden gegeven. En ik had eigenlijk specifiek over andere vragen die wel schriftelijk zijn beantwoord, maar nu niet in dit blokje zijn meegenomen, eigenlijk nog een aantal vragen. Dus ik was benieuwd, gaan we dat nu dan inventariseren? Ik heb nog niet gehoord over de gezondheidstoets, over de verduurzaming in de zorg, over de zoonosrisico's. En het kan natuurlijk dat deze minister heeft besloten dat niet meer mondeling extra toe te lichten. Maar dan zou ik er mijn vragen over willen stellen. Ik ben benieuwd wanneer we dat gaan doen. Volgens mij zijn de onderwerpen waar u het over heeft schriftelijk beantwoord. Maar als u daar naar aanleiding van nog vragen hebt, dan is dit natuurlijk uw kans. Dan hoop ik niet dat het mijn eerste interruptie was, maar dit was mijn inleiding. Nou, als het een andere vraag is, dan natuurlijk wel. Maar die eerste niet. Nee, oké, kijk. Want ik denk dat we gewoon door moeten. Dank voor het antwoord over het veganistisch en vegetarisch aanbod onderaan. Ik denk toch dat we daar een stapje bij moeten zetten. Maar daar kom ik gewoon terug met een motie. Ik had nog wel een vraag over, want ik denk dat die gezondheidstoets, en daar had ik een specifieke vraag over, in een schriftelijke beantwoording wordt die denk ik verkeerd geïnterpreteerd. En ik vind het nadrukkelijk vandaag nog wel belangrijk om erbij stil te staan, gezien we gisteren ook het nieuws kregen dat Nederland gewoon 30 plekken
gedaald is op die index van die kinderrechten. En ik vind dat zeer zorgelijk. En 1-2 van die punten waarin dat staat, dat gaat gewoon over zorg. Dat gaat over een slechte luchtkwaliteit. En dat gaat over de jeugdzorg. En ik wil daarbij dus nog een keer die gezondheidstoets bij deze minister onder aandacht brengen. En het leek namelijk dat hij dacht dat dat achteraf zou zijn plaatsvinden en dat dat dan te laat was. Maar die toets wordt juist gedaan door deze minister voorafgaand aan dat er nieuwe wetgeving komt vanuit andere ministeries. Bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren van die luchtkwaliteit. Dank u wel, de minister. Ja, voorzitter. Dank voor deze aanvulling. De inzet van het ministerie van VWS is om aan de voorkant met andere departementen in gesprek te gaan. En wat dat betreft ook het belang van, zoals we dat in slecht Nederlands noemen, health in all policies uit te dragen. Dat heeft de voorkeur boven een gezondheidstoets achteraf. En dat ben ik geheel met mevrouw Van Es eens. Mevrouw Van Es. Oké, voorzitter. Volgens mij ga ik hier nog op een ander moment proberen, gezien de weinige interrupties die we hebben, op door te gaan. Want volgens mij gaat het me nog steeds over die vooraf en achteraf. Ook deze week, en misschien dat sluit er wel mooi aan, deze week kwam er ook namelijk een oproep van die nieuwe stichting Caring Doctors. En ook zij geven aan, probeer nou die ernstige gevolgen onder andere vanuit de intensieve veehouderij veel meer mee te nemen in het gezondheidsbeleid dat we in Nederland hebben. En ik heb eigenlijk een vrij simpele vraag op dit moment. Ik ben gewoon vooral benieuwd of deze minister met deze stichting, die Caring Doctors, in gesprek zou willen gaan samen met het ministerie van LNV, om te kijken in hoeverre ook hun adviezen vanuit die zorgsector mee kunnen worden genomen in het beleid ook van deze minister. Voorzitter, dat wil ik van harte doen. Dank voorzitter. Volgens mij ga ik gewoon door en heb ik dan gewoon de helft van mijn interrupties gebruikt. Maar geen punt, want volgens mij wil ik dan ook nog wel door over die verduurzaming in de zorg. Hartelijk dank voor de beantwoording schriftelijk. Alleen één vraag van mij werd daarin niet beantwoord. En dat gaat heel specifiek over die 300 miljoen. En wij lezen gewoon dat er te vergeefs is geprobeerd om in maart al bij minister Rob Jetten 300 miljoen vrij te maken voor het financieren van die verduurzaming in de zorg. En mijn vraag in eerste termijn ging daarover, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou zo zijn dat er geprobeerd is die 300 miljoen vrij te... En hoe kan het nou zo zijn naar onze informatie is geweigerd als het zo'n belangrijk onderdeel is? En volgens mij ook van deze minister. De minister. Ja, voorzitter. Het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie door zorgbestuurders van een bedrijf, van een instelling, is een hele belangrijke ook voor de toekomst van de zorg. Overigens ook, ik heb dat eerder onder andere bij het debat over zoonose wel aangegeven, dat ook belangrijk is omdat de zorg mede de patiënt van de toekomst weer creëert door de impact die wij hebben wat dat betreft. Ontwikkeling en implementatie van een duurzaamheidsvisie ligt dus primair bij bestuurders van zorginstellingen. Maar daar heb ik ook vanuit de overheid en ook ik als minister heb daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. Vandaar ook de inzet op zo'n Green Deal duurzame zorg. Een andere inzet is dat ik met de minister voor Klimaat en Energie de mogelijkheden bespreek voor financiering van het verduurzamen van de zorg. En ook de financiering vanuit het Klimaatfonds. Conform afspraak uit het coalitieakkoord is een reservering in dit fonds opgenomen van bij elkaar 2,75 miljard tot en met 2030 voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, waaronder ook zorgvastgoed. Het ministerie van BZK is de eerst verantwoordelijke voor de uitwerking van deze reservering en betrekt VWS daarbij. Mevrouw Van Es. Ja, dank voorzitter. Het is precies wat er ook in de schriftelijke beantwoording staat. Dus ik vind dat dan ingewikkeld. Want dat specifiek vroeg ik nou juist niet meer naar, want dat had ik al gelezen. Wat is uw concrete vraag? Misschien helpt kijk, dat. Ja, ik heb hem ook in eerste termijn al gesteld. Ja. Er wordt gewoon aangegeven in maart is er bij minister Rob Jetten een oproep gedaan om 300 miljoen apart vrij te maken voor de verduurzaming van de zorg. En dat staat los van het feit dat er geld zou worden vrijgemaakt voor dat vastgoed. Er is gewoon een hele duidelijke oproep vanuit die brancheorganisaties gedaan. Maak nou geld vrij. 300 miljoen voor die verduurzaming van de zorg. En ik hoor altijd deze minister zeggen, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Dus ik wil gewoon weten, hoe komt het dan dat als dat gevraagd is, dat naar de bronnen en de informatie die ik heb, dat bedrag tot nu toe gewoon geweigerd is? De minister. Ja, voorzitter, ik weet niet of weigering het juiste antwoord is. Zoals ik al aangaf, wij zijn met de betreffende collega in gesprek. Er is overal een bedrag gereserveerd. We zijn ook bezig met de zorg
met een Green Deal. En daar zal nadrukkelijk ook, dat is nu al, ligt dat al op tafel, ook vragen komen, ook voor investering vanuit een overheid. Maar ik kan nu geen toezegging doen, ook niet namens een collega, over investering van welk bedrag dan ook. Anders dan dat we hierover in gesprek zijn. Mevrouw Van Es. Oké, dank u wel, voorzitter. Daar kom ik dan later nog terug. Dan kom ik bij mijn laatste vraag richting deze minister. Dan heb ik mijn pakketje, denk ik, gehad, zeg ik het maar even in alle eerlijkheid. En dat gaat uiteraard natuurlijk weer over zoonozen. Vandaag weer een dieptepunt bereikt met 300.000 kippen. Die worden vergast vanwege die ene nieuwe vogelgriepuitbraak. Nog eens een keer in het meest pluimveedichte provincie van heel Europa, nota bene. En dan blijf ik het toch moeilijk vinden om deze minister vorige week in een debat over de risico's voor de volksgezondheid en zoonozen toch een duidelijke mondelinge toezegging te laten doen dat er wel degelijk wordt geborgd. En dan vind ik het lastig op het moment dat ik nu weer toch weer moet lezen en ik herhaal dan even de woorden dat er weer wordt meegenomen, dat er weer structurele keuzes worden gemaakt, maar dat die borging dan weer niet letterlijk hier op papier komt te staan. En ik snap gewoon niet zo goed waarom. Als er ons gewoon bij een APB wordt aangegeven, nee, het is een doel. Als er in vorige week in een debat wordt aangegeven, nee, we gaan het borgen. Dan vind ik de woorden die dan hier weer komen over die structurele keuzes mee laten wegen. Dank u wel, mevrouw Van Es. Ik snap gewoon niet. Ik snap het niet. Ik snap niet waarom het niet hier op papier kan worden neergezet als er de woorden volgens mij wel degelijk zijn uitgesproken. De minister. Ja, voorzitter. Mevrouw Van Es verwijst terecht al even naar een commissiedebat zoonozen vorige week. We kunnen ook verwijzen naar een eerder commissiedebat zoonozen van voor de zomer. We kunnen ook verwijzen naar schriftelijke vragen die hierover gesteld is. En u hoort van mij, en overigens vorige week ook van de net nieuwe minister van LNV, dat wij hier nadrukkelijk veel aandacht voor hebben. Dat we hier dus ook breed met de collega's over in gesprek staan. Maar de precieze woorden over meewegen, borgen. Ik weet niet precies, voorzitter, wat mevrouw Van Es daar exact mee wil. Anders dan dat ik kan aangeven dat het een onderwerp is waar ik met de Kamer ook in commissiedebatten in de afgelopen maanden nu al twee keer over in gesprek ben geweest. En terecht, laten we daar ook geen misverstand over staan. Ook op inzet dat wij ook een actieplan hebben ingeleverd met een veelheid aan punten, mede in een relatie van een eerder rapport van de commissie Beekendam. En dat we er wat dat betreft, denk ik, illustreert dat we er vol bovenop zitten en op inzetten. Mevrouw Van Es. Ja, voorzitter, dan zou ik wel willen voorstellen dat dan ook gewoon de volgende keer in beantwoording op die manier wordt meegenomen. Want ik blijf erbij dat we nu niet zeker weten of de juiste keuzes, waar we die volksgezondheid dus voor opstellen en op één, of die juiste keuzes worden gemaakt. En daar zitten wij, en ik doe het niet om iedereen te plagen of te pesten om daar constant op door te gaan, maar informatie, om dat op papier te hebben, dat is de zekerheid die nodig is. Want we zien in het verleden dat er wordt gezegd, volksgezondheid staat voorop, en je krijgt een Q-koorts uitbraak en je ziet dat het niet zo is. En we kunnen achteraf in de geschiedenis weten dat het niet zo was. Dus daarin zoeken we, probeer nou dat ook voor ons helder en duidelijk neer te zetten, ook bij de beantwoording. Want dan kunnen we misschien ook echt met elkaar bij de volgende debatten, want die zullen zeker komen over zoonozen, weer gewoon verder gaan met volgens mij wel de juiste weg die we zijn ingezet. Ik zie de minister knikken, dus hij is het met u eens. Mevrouw Van den Berg, CDA. Ja, voorzitter, nog even over het blokje kwaliteit. Ik had ook nog een vraag gesteld over een farmacogenetisch paspoort. Want het gaat erom dat er ieder jaar al 50.000 ziekenhuisopnames zijn die medicijn gerelateerd zijn. En met een kleine test kan je voor 90% van de medicijnen per persoon bepalen of die effectief kunnen zijn of dat er schadelijke bijwerkingen zijn. Nu heeft de minister in de schriftelijke beantwoording gezegd dat hij dit gaat meenemen in een DNA-visie die er gaat komen. En dan zegt hij, in dit visietraject bepaal ik dan ook wat op het onderwerp farmacogenetisch paspoort ga ondernemen. Ja, als ik heel flauw ben, voorzitter, dan staat er van, ik ga dat bepalen. Het kan dus ook zijn dat de minister volgens zegt, ik bepaal dat ik er niks mee ga doen. Of ik bepaal dat ik alleen maar even de ethische afweging maak. En wij hebben echt gevraagd dat het klinische aspect ook wordt bekeken. En dat er dus onderzocht wordt, wat zijn de klinische voordelen? Wat zijn de opbrengsten? Wat zijn ook de kosten daarvan? Minister. Voorzitter, mevrouw Van den Berg kan er geheel van uitgaan dat we die aspecten meenemen. Ja. De heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie.
Dank u, voorzitter. Een vraag die wellicht valt tussen het blokje toegankelijkheid en kwaliteit. Maar met uw goed vinden stel ik hem. Het gaat over het integraal zorgakkoord. Daar hadden we net een 2 minuten debat over. Nou, wij hebben daar kritiek over, dat heb ik al verteld. Maar nou is het zo dat ook heel veel experts in het veld er kritiek op hebben. De huisarts ondertekende het akkoord niet, zoals bekend. En ook zorgverzekeraar DSW heeft er grote kritiek op. Misschien kan ik 1 zin... aan een interview van deze zorgverzekeraar voorlezen. Deze zin is als volgt. DSW zegt erover, over dat integraal zorgakkoord. Als we de afgelopen 20 jaar iets geleerd hebben van concentratie van de zorg, daar gaat het natuurlijk over, is dat het alleen maar leidt tot grotere ziekenhuizen, tot fusies, tot minder ziekenhuislocaties, tot minder toegankelijke zorg, minder persoonlijke benadering en minder contact tussen huisarts en de specialist. En ook experts, bijvoorbeeld professor Armand Kirbes, u kent hem waarschijnlijk, die zegt eigenlijk hetzelfde. Zeker. U kent hem, jij, dat vermoeden had ik al. Dus, en nou is mijn vraag, als nou zoveel experts kritiek hebben op dat akkoord, hè, dat is de visie die nu onder de zorg ligt. Ja. Hoe kunt u er dan zo zeker, was dan net eigenlijk mijn vraag, dat u met dat akkoord op de goede weg zit? De minister. Ja, voorzitter, de heer Van Houding die refereert aan 2 quotes. Een van de heer Kirbes, hoogleraar intensive care in het Amsterdam UMC, een afdelingshoofd, en de ander van de heer De Groot, bestuursvoorzitter van DSW, onlangs in een interview. Mijn collega's en ik zijn blij dat in die onderhandelingen, die gesprekken om bij het tot stand komen van een integraal zorgakkoord, dat daar nadrukkelijk een groot aantal partijen zaten, waaronder professionals, artsen, medisch specialisten, huisartsen, patiëntenverenigingen, verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, een partij waar DSW, zoals u weet, niet bij aangesloten is, maar vele partijen die van het begin tot eind die gesprekken hebben gevoerd. Dat waren soms lastige gesprekken, want de uitdagingen, zoals ik in mijn inleidend blokje al zei, die zijn zeer complex. En dat uiteindelijk de meeste van die partijen ook een handtekening onder dat zorgakkoord hebben gezet. Betekent dat er ook mensen zijn die op dit terrein hun zorgen uitspreken of kritiek? Natuurlijk. Dat is inherent aan een dusdanig groot veld met zoveel spelers, zoveel complexe belangen, et cetera. Dus ik kijk daar niet van op. Nee, dat begrijp ik. Het zal ook niet het laatste interview zijn waar de commentaar komt. Ja. Dat begrijp ik, maar de vraag is natuurlijk, wat die experts allemaal zeggen, is de Nederlandse zorg is al heel erg geconcentreerd. Het is een parabool. Op een gegeven moment kun je ook te ver gaan in het concentreren, het doorconcentreren van de zorg. En dat is mijn vraag aan u, van hoe weet u dan zo zeker dat u niet al voorbij, erkent u dat het een parabool is? Laat dat mijn vraag dan maar zijn. Of is het zo dat we misschien kunnen eindigen met 1 heel groot ziekenhuis in Nederland, waar alles super geconcentreerd is? En want dat is waar naartoe zou kunnen gaan, op die manier van denken. Er moet ergens een grens zijn, dat is eigenlijk mijn vraag. Ja. Waar ligt voor u die grens, in die grenzeloze zorg? Ja, voorzitter, het komen tot 1 heel groot ziekenhuis in Nederland is absoluut ver van mijn ambitie. Lijkt me ook buitengewoon waarschijnlijk dat we dat binnen nu en welke termijn dan ook gaan bereiken. Ik kan niet in de hele verre toekomst kijken. Is ook geen onderdeel van het integrale zorgakkoord. Gaat ook niet gebeuren. Ja, de heer Van Houdingen. Laatste vraag, nog 1 keer probeer ik de vraag te stellen. Hoe kunt u er zo zeker van zijn? De minister, ja. Hoe kan de minister, dank u voorzitter, hoe kan de minister er zo zeker van zijn dat we niet, in onze opinie zijn we al te ver doorgeschoten met het centraliseren en het concentreren van de zorg. Nou, u zegt het kan nog verder, daar zijn we het niet mee eens, maar prima. Maar op een gegeven moment zit er een grens aan, dat herkent u ook, hè? We willen niet 1 groot ziekenhuis. Dus waar ligt die grens? Want ongemerkt gaan we steeds verder met dat centraliseren. Daar moet u iets over kunnen zeggen, denk ik. Minister. Voorzitter, in de eerste termijn gaf de heer Van Houdingen, die noemde een quote van Daniel Smith, de nieuwe voorzitter van de United Conservative Party in Alberta, net verkozen. De heer Van Houdingen noemde de dame die bij me, het ging om mevrouw Daniel Smith. En liet dat zien als, dit ging in dit geval specifiek over COVID en COVID-vaccinatie, maar omdat de heer Van Houdingen daarmee Alberta noemt, vind ik het aardig in dit debat om dan naar aanleiding van deze vraag maar even te benoemen dat in Alberta, meer dan 10 keer zo groot als Nederland, 4,4 miljoen mensen, dat men daar in de afgelopen 15 jaar bewust gekozen heeft om alle zorg onder te brengen in 1 organisatie, Alberta Health Services, met meer dan 100.000 medewerkers, met nadrukkelijke afspraak om te zorgen dat zoveel mogelijk zorg gewoon lokaal, regionaal gegeven kan worden. Maar dat er ook hele heldere afspraken zijn over waar een transplantatie gebeurt of over waar wat anders gebeurt. Het is een vergelijking naar aanleiding van een gebied wat u zelf noemt. Is dat een ideaal voor mij? Nee, niet per se. Maar voorbeelden in het buitenland laten zien dat je ook in gebieden met totaal andere geografische uitdagingen dan wij, op die manier wel degelijk ook gewoon 21ste eeuwse zorg kunt leveren. Dank u wel. Mevrouw Bikker-ChristenUnie.
Ja, voorzitter. Een ander stukje in de beantwoording van de minister, daar kom ik op terug. En dat ziet op het komend jaar wordt de NIPT voor alle zwangeren toegankelijk, vanaf 1 april, voorzitter. En ik vroeg in mijn eerste termijn aan de minister van, we moeten wel echt zorgen dat we de counseling dan op orde hebben. En niet alleen medisch, maar juist ook op die andere plekken, dus zowel geestelijk als qua contact met lotgenoten. De minister gaf net in zijn antwoord aan van, nou, als daar dingen niet goed zijn, ben ik natuurlijk bereid om te kijken naar knelpunten, zo nodig in gesprek te gaan. Eerlijk gezegd had ik gehoopt op een wat ruimer antwoord van de minister. Juist omdat we dit nu zo gaan verbreden, dat ook voor meer ouders een dilemma zal betekenen, omdat ze in eerste instantie misschien een negatief bericht krijgen. Hopelijk dat het dan daarna nog meevalt, dat hoop ik absoluut. Maar wat is het dan belangrijk, dat ze steun vinden en dat die er op tijd is en dat die klaar staat. Dus zou de minister daarin toch eens even iets meer met mij mee willen denken over hoe we kunnen zorgen dat dat in april op orde is. En ik zou me in ieder geval aanraden om daarin met ouderverenigingen al op korte termijn het gesprek te voeren. Minister. Ja, voorzitter, zoals ik dat aangaf, dat gesprek ben ik van harte toebereid. Overigens laten we ook constateren, en mevrouw Bikker weet dat, voorzitter, de NIPT komt niet uit de lucht vallen. Daar is in de afgelopen jaren al zeer uitgebreid gepilot, wil ik. Ik zoek even een goed Nederlands woord. Ik wil nadrukkelijk niet zeggen geëxperimenteerd, want dat klinkt in dit geval voor mensen die het gehad hebben bijzonder. Bekeken hoe het werkt. En op basis van de ervaringen is geconstateerd dat dit een uitstekend en beter alternatief is dan wat we in het verleden deden. Dit past overigens even bij die discussie die we zo net hadden, dat het dan ook nadrukkelijk betekent dat als je het een invoert, dat je met het andere stopt. Nou, hier is dat heel duidelijk. Maar algemeen in de zorg lang niet altijd. Maar er is dus al heel lang gekeken hoe het werkt, op hele grote schaal. En ook daar is precies voor deze verdere counseling veel aandacht aan gegeven. En vandaar ook mijn antwoord van, ik wil graag ook op basis van ervaringen in gesprek om te kijken van waar dan eventueel nog de knelpunten zitten. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, ik vraag dat natuurlijk niet zomaar. Ik heb er wel aanleiding toe, want het viel mij juist op, ook in het contact met de vereniging van ouders die kinderen hebben met bijvoorbeeld syndroom van Down, dat eigenlijk nog betrekkelijk weinig het contact met hen gezocht wordt. Ook dat ouders hen nog niet weten te vinden, terwijl dat juist ook een enorm van meerwaarde kan zijn. Dus volgens mij is dat niet iets wat veel geld kost of veel procedures vraagt, maar vooral vraagt om bekendheid, om elkaar kunnen vinden en in het versterken van dat proces. Dus ik ben blij dat de minister in gesprek wil. Ik zou wel aan hem willen vragen om daar dan ook op een geschikt moment even terug te komen bij de Kamer, wat zijn bevindingen zijn en welke voornemers daaruit voortkomen. Ja, voorzitter, dat wil ik van harte toezeggen. Ja? Dank u wel. Dan stel ik voor dat we even kort schorsen en dan gaan we daarna over naar het blok toegankelijke zorg. Ik schors de vergadering tot 16:00.
dat ook al is het. Ik heropen de vergadering en ik geef het woord weer aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het thema toegankelijke zorg. Dank u wel, voorzitter. Terwijl ik even zo snel enige orde en de tafel ook nog omhoog komt. En wij zijn nu publiek vandaag. Goed, ik zeg voorzitter. En dan ligt het nu volledig bij mevrouw Westerveld, omdat mevrouw Ellemey het verstek laat gaan. Hoe moet dat nu? Voorzitter, ik kom bij toegankelijkheid, want ook dat was een tweede onderwerp waar eigenlijk heel veel vragen van de Kamer terecht op terugkwamen. Combinatie van vraag naar zorg en de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals leidt tot knelpunten in de toegankelijkheid van zorg. En dat gaat eigenlijk over de hele breedte. In de eerste lijn, in de acute zorg, in de geestelijke gezondheidszorg, in de medisch-specialistische zorg, breed. En dat betekent ook dat we breed moeten kijken naar oplossingen, bijvoorbeeld in de arbeidsmarkt. Minister Helder komt daar straks nog op terug. Als je kijkt naar hoe we de zorg georganiseerd hebben, dan zie je dat er te lang is gedacht dat concurrentie overal tot de beste zorg zou leiden. Maar met de grote vooruitgang, zowel op het gebied van kennis als op het gebied van technologie, zien we dat niet concurrentie, maar juist samenwerking leidt tot zorg van een hogere kwaliteit. En daarom hebben we onder andere daarover afspraken gemaakt in het Integrale Zorgakkoord. De huidige problemen los je als zorgaanbieder meestal niet op in je eentje. Je hebt bijna altijd ook anderen nodig om verder te komen. Bijvoorbeeld in ketenbrede samenwerking houden we de zorg voor iedereen toegankelijk. Daarbij staat, het is al genoemd in het Integrale Zorgakkoord, passende zorg centraal. Dat betekent zorg die toegevoegde waarde heeft voor een patiënt en dat we moeten nadenken ook of dat door de juiste zorgverlener wordt geboden. Dat vraagt om keuzes. Voorzitter, niet altijd kan overal alle zorg geleverd worden. Als elke zorgaanbieder doet waar hij of zij het best in is, zorgen alle zorgverleners samen voor een optimaal functionerende zorg. En daarbij moeten zorgverleners ook ontzorgd worden en dat vraagt om actie. Regeldruk die omlaag moet, gegevens die gemakkelijker uitgewisseld moeten worden, een organisatie van basiszorg die beter moet, samenwerking in een keten en samenwerking in een regio, inclusief zorgcoördinatie en inzicht in beschikbare capaciteit. Al die acties, daar staan we met vele partijen in een integraal zorgakkoord voor aan de lat. Dank u wel. Is dat het einde van uw inleiding? Ja. Ja. Mevrouw Agema, PVV. Ja, dank u wel. Ik vroeg me af of de minister vindt dat als een huisarts of specialist een patiënt een geneesmiddel voorschrijft, of die patiënt die dan ook moet nemen. En of de minister kan uitleggen dat als een patiënt een voorgeschreven medicijn niet neemt, wat de gevolgen daarvan dan zijn. Minister. Voorzitter, de voorschrijven en het innemen van een patiënt is altijd een gesprek tussen de betreffende zorgverlener, de betreffende arts of verpleegkundig specialist en de patiënt zelf. En als een patiënt om moverende reden na een voorgeschreven medicijn niet inneemt, dan is het belangrijk om dat ook terug te koppelen bij de apotheek of bij de voorschrijver, zodanig dat in overleg met een patiënt daar zo nodig ook andere keuzes in gemaakt kunnen worden. Mevrouw Agema. Nou, voorzitter, ik vond dit een beetje een gek antwoord. Maar ik stelde die vraag natuurlijk omdat als een arts een specialist een medicijn voorschrijft aan een patiënt, dan is het natuurlijk de bedoeling dat die patiënt die geneesmiddel dan ook afhaalt bij de apotheek en neemt. En als de patiënt dat niet doet, dan had de minister kunnen zeggen van, nou ja, dat is dat slecht voor zijn gezondheid. Dan kan hij een zwaardere patiënt worden en ook een duurdere patiënt worden. En toen de minister het zojuist had over toegankelijkheid, liet hij weg het rapport afgelopen vrijdag van de Nederlandse Zorgautoriteit, dat het heeft over dat de toegang tot zorg niet meer vanzelfsprekend is vanwege tweedeling. En dan hebben we het over een tweedeling tussen arm en rijk. En mijn vraag aan de minister is of hij zich kan voorstellen dat apothekers het op dit moment heel zwaar hebben aan de balie, omdat steeds meer patiënten het niet kunnen opbrengen om bij hun noodzakelijke medicijnen en een eigen bijdrage en het eigen risico te betalen. De minister. Voorzitter, mevrouw Agema stelt een aantal vragen in één. Laat ik al eerst even ingaan op de zorgautoriteitrapportage. De zorgautoriteit zegt, en daar ben ik het geheel mee eens, dat is ook een belangrijke constatering die ik in mijn spreektekst deed en die u ook terugvindt in de inleiding voor het Integrale Zorgakkoord,
is dat er inderdaad in toenemende mate een sprake is van een tweedeling. Dat is tweedeling tussen arm en rijk. Dat is soms tweedeling als het gaat over kwaliteit van zorg. En het is ook tweedeling in termen van mensen die binnen het systeem van zorgverlening zitten en mensen die zitten te wachten. We hebben het zojuist met mevrouw Simons bijvoorbeeld gehad over de zorg voor mensen met transgender. Er zijn mensen die in een zorgtraject zitten en er zijn mensen die buiten de deur soms jarenlang staan te wachten. En ook dat is die tweedeling waar de zorgautoriteit naar verwijst. Als het dan gaat om de kosten, dan is het zo, voorzitter, dat wij de eigen bijdrage voor medicatie ook voor het komend jaar gelijk houden, dus maximering. Dat ook als het gaat om zorgverzekeringskosten de premie bijgesteld wordt, maar naar rato daarvan conform de systematiek van ieder jaar ook de zorgtoeslag bijgesteld wordt. En dat die komend jaar nog een keer voor diegenen die daarvoor in aanmerking komen met €400 extra wordt bijgesteld. Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of de minister iets meekrijgt hoor van de situatie die nu gaande is in de apotheek en de discussies die apothekers moeten voeren met patiënten die gewoon hartstikke boos zijn. Omdat ze het hun levensveranderende of levensreddende medicijn, het medicijn wat zij voorgeschreven hebben gekregen en gewoon nodig hebben, daarvoor de eigen bijdrage en het eigen risico niet kunnen opbrengen. Dus mijn vraag aan de minister is heel concreet. De Nederlandse Zorgautoriteit constateert het ook. Die groter wordende kloof tussen arm en rijk. Ook de kloof, ze zeggen dat ook heel duidelijk. De mensen die de weg kennen en over voldoende middelen beschikken. En voor hen die dat niet geldt en die buiten de boot valt. Hoe gaat de minister bewerkstelligen dat mensen hun noodzakelijke medicijnen nog steeds kunnen krijgen, zodat ze straks geen duurdere patiënt worden of een ziekere patiënt worden, waar uiteindelijk de minister ook de rekening voor betalen moet? De minister. Ja, voorzitter, allereerst nogmaals even. Wij doen aan een eigen bijdrage voor medicijnen in het komend jaar niets. Dat houden we op dezelfde niveau gemaximeerd. Als mevrouw Agema mij vraagt of ik op de hoogte ben van de boosheid en datgene waar bijvoorbeeld een baliemedewerker in een apotheek nu regelmatig mee te maken heeft, soms op dagelijke basis, ja, daar ben ik zeer van op de hoogte. En dat gaat vaak allereerst om de vraag dat medicijnen weer gewisseld moeten worden, omdat ze bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn. Dat is nadrukkelijk de inzet in een gesprek ook met producenten, met groothandel, om te kijken hoe we dit kunnen adresseren. Maar dat is de eerste belangrijke reden waarom patiënten heel begrijpelijk boos zijn. Ook wel even met de opmerkingen bij. We hebben ook vragen gekregen over agressiviteit in de eerste lijn zorg. Ook apothekersmedewerkers doen hun werk met passie, omdat ze mensen willen helpen. En datgene waar zij nu regelmatig mee geconfronteerd worden, hoe begrijpelijk soms ook vanuit de emotie van een patiënt, gaat soms ook alle grenzen te boven. U vervolgt uw betoog. Ja, mevrouw Agema, ik hoor u iets zeggen. U heeft er niet tevreden over. Misschien kunt u dan nog een keer uw vraag stellen. Krijg u de gelegenheid om uw vraag te stellen. Nou, dank u wel, voorzitter. Mijn punt is juist dat medewerkers van apothekers te maken krijgen met steeds meer agressie en woede en boosheid van mensen die hun levensreddende medicijn, hun noodzakelijk medicijn, voorgeschreven door een arts of een specialist, niet meer kunnen betalen vanwege alle kosten die op ze afkomen. En ze kunnen het gewoon niet meer. En mijn vraag aan de minister was, realiseert hij zich wel dat als hij deze mensen niet voldoende compenseert of stopt met die eigen bijdrage of stopt met het eigen risico, dat deze mensen die de medicijnen gewoon niet meer kunnen betalen, gewoon zwaardere patiënten worden en uiteindelijk zich melden in het ziekenhuis met een ernstiger geworden ziekte en dat de minister dan alsnog de rekening moet betalen? Dank u wel. Ja, voorzitter, even twee aspecten. De eerste aspect is, ik realiseer me zeer goed wat de impact is van de kosten van levensonderhoud en de stijging daarvan op het leven van veel mensen in Nederland. Daar zet het kabinet breed met grote pakketten, onder andere ter compensatie en opvang van een deel van, in ieder geval een deel van de stijging van energiekosten, breed op in. Als de concrete vraag is, wat doet u vanuit VWS? Dan zeg ik twee dingen. Wij maximeren, houden hetzelfde maximumbedrag ten aanzien van de eigen bijdrage van medicatie. En we passen, zoals ieder jaar met de systematiek, naar rato van de ontwikkeling
van de zorgpremie passen we de zorgtoeslag aan en doen dat voor het komend jaar nog een keer met een extra bedrag. De vraag van mevrouw Agema was natuurlijk ook of er de minister erkent dat er nu een probleem is en of er meer nodig is. Ook een soort erkenning van het probleem wat er is. Dat is voorzitter, dat geef ik aan. Hè. Ik erken het financiële probleem, de kosten van levensonderhoud. Ik erken ook wat het kabinet daarop doet, dat dat niet alle problemen wegleept, ondanks grote budgetten die daarmee gepaard zijn. En ik erken ook dat apothekers en apothekersmedewerkers eigenlijk op dagelijkse basis, als zij aan de balie werken, geconfronteerd worden met agressie in het gehele land. Dat heeft met dit onderwerp te maken, maar dat heeft ook vaak te maken met de noodzaak dat zij medicatie wisselen, bijvoorbeeld omdat het medicament wat zij voorheen gebruikten op dat moment niet beschikbaar is. Voorzitter, in dit onderdeel over toegankelijkheid heb ik ook eveneens een aantal vragen die ik er graag even wil uitlichten. Omdat zij, het is een totaal, maar ik heb een aantal even gepakt, omdat zij veelal ook een groter issue benoemen. En ik begin bij een vraag van mevrouw Ellemeet en mevrouw Kuiken. Is de minister het eens dat problemen bij huisvesting van huisartsen gezamenlijk moeten worden opgelost? En het is mij allereerst nadrukkelijk bekend dat het vinden van betaalbare huisvesting voor huisartsenzorg regelmatig een knelpunt is. Dat bij dat knelpunt ook meerdere partijen betrokken zijn. Dus ik ben het met u eens dat problemen bij huisvesting ook gezamenlijk moeten worden opgelost. En laat ik ook benoemen, en mevrouw Ellemeet kent dat ook, dit zijn ondertussen problemen die in het hele land spelen. Dit is niet iets van de Randstad of van het platteland. Of dit speelt in het hele land. Ik hoor dat ook telkens terug als ik waar dan ook in het land met huisartsen spreek. Dit is precies de reden dat ik in het integrale zorgakkoord met partijen heb afgesproken om een handreiking op te stellen met oplossingsrichting en handelingsperspectief voor partijen die lokaal en regionaal met het huisvestingsvraagstuk te maken hebben. Die handreiking maak ik in nauwe samenwerking met de huisartsen, met zorgverzekeraars, met de VNG en ook de NZA. En die moet voor de zomer van het komend jaar afgerond zijn. Omdat ruimtelijke ordening valt onder de portefeuille van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ben ik eveneens in gesprek met het ministerie van BZK over deze knelpunt in de huisvesting van huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. En dan gaat het bijvoorbeeld, ik kan niet bij alle voorbeelden stilstaan, ook om het meenemen bij, er moet in de komende periode in Nederland, in de komende vele jaren, veel woningen gebouwd worden. Er komen nieuwe wijken bij. En af en toe is het zo dat waar een hele wijk gepland wordt, er aan de voorkant ook in een bestemmingsprocedure geen rekening gehouden wordt, ook met de aanwezigheid van een gezondheidscentrum. Om maar één voorbeeld te noemen. Voorzitter, kom ik bij een vraag van de heer Heijink en mevrouw Van den Berg. Of de minister bereid is om een verbod in te voeren op het betalen van goodwill bij de overname van huisartsenpraktijken. Voorzitter, ik vind het betalen van goodwill bij de overname van een huisartsenpraktijk onwenselijk en zal wat dat betreft voor nu geen verbod invoeren. Mijn ambtsvoorganger heeft in 2015 onderzoek laten doen naar de juridische mogelijkheden en beleidsmaatregelen die goodwillbetalingen bij huisartsen tegengaan. En de conclusie op dat moment was dat een wettelijk verbod op goodwillbetaling een inbreuk op het eigendomsrecht van de huisarts met zich meebrengt. En dat dat dus ook omvangrijke financiële risico's voor de staat met zich meebrengt, omdat mogelijk compensatie moet worden geboden. Tegelijkertijd, dat gezegd hebbende, deel ik wel degelijk het signaal van de heer Heijink over een praktijk. En ben ik wel voornemens om ook met de huisartsenvereniging in gesprek te gaan om te kijken hoe vaak dit nu voorkomt en welke problemen men tegenaan loopt en wat dan potentiële oplossingen kunnen zijn. De heer Heijink, SP. Ja, voorzitter, dat laatste dat klinkt goed, maar begrijp ik dan ook goed dat de minister net als de SP eigenlijk af wil van het feit dat commerciële bedrijven nu zich inkopen in de huisartsenpraktijk, waardoor geld dat bedoeld is voor de zorg verdwijnt in commerciële handen, uiteindelijk zelfs in sommige gevallen in handen van buitenlandse investeerders, vooral private equity fondsen in het buitenland, dat hij daar net als de SP tegen is en dat hij ook wil dat die commerciële overname in de huisartsenzorg een halt wordt toegeroepen. Begrijp ik dat goed of wil hij onderzoeken of gaan we er ook daadwerkelijk wat aan doen? Voorzitter. Ten eerste, wat ik wil en wat ook de inzet van ons is in het integrale zorgakkoord, is dat de eerste lijn in de volle breedte wordt versterkt in het hele land. Er zijn nu veel plekken waar geen huisarts beschikbaar is. Er zijn plekken waar een huisarts met pensioen gaat en probeert om de praktijk over te dragen en er gewoon geen opvolger is.
Dat is de eerste inzet. En daar ziet u breed ook alle inzet die we daar doen in het integrale zorgakkoord. Ik wil ook nadrukkelijk even weten waar dit probleem nu precies speelt. Hoe vaak dat voorkomt en wat de consequenties ervan zijn. Om dan ook met een LAV te kijken wat daar aan moet gebeuren. Dus voordat ik nou zeg breed even van ik stop of ik doe een wettelijk verbod, wil ik eerst gewoon in de komende periode meer zicht hebben op de precieze omvang en de effecten van dit probleem. Heer Henk. Nou, voorzitter, het gaat mij niet alleen per se om goodwill en wel of niet verbieden. Het gaat mij erom dat we het eens worden over dat commerciële huisartsenzorg absoluut niet moet. Dat je niet wil dat premiegeld, belastinggeld via de huisarts uiteindelijk terechtkomt in de handen van buitenlandse investeerders. Volgens mij wil de minister, tenminste ik hoop althans, dat de minister dat ook niet wil. En ik hoop dat hij met de SP daar een einde aan wil gaan maken. Want wat er nu namelijk gebeurt, voorzitter, is dat mensen niet meer een beroep kunnen doen op hun vaste huisarts, aan de ene kant. Terwijl aan de andere kant het commerciële bedrijf die praktijk heeft overgenomen, wel grof geld verdient met het geld dat via de zorgverzekeraars bij die huisartsenpraktijken terechtkomt. Dus je hebt minder zorg, minder toegankelijkheid van zorg. En aan de andere kant private winsten in de handen van investeringsfondsen. En dat moeten we wat de SP betreft echt zien te stoppen. Ja, minister. Voorzitter, ik denk dat de essentie even over toegankelijkheid van eerste lijn zorg en ook de bereidheid van huisartsen om een praktijk over te nemen of een nieuwe praktijk te starten, bijvoorbeeld bij een nieuwe wijk die gevormd wordt, dat ik daar het geheel met de heer Heijink eens ben. Ten aanzien van een verdere uitspraak over stoppen, daarvoor geef ik aan, ik heb eerst even meer zicht nodig op hoeveel dit speelt en wat de impact daarvan is, om dan te kijken wat ik eraan kan doen. U vervolgt uw betoog weer. Voorzitter, mevrouw Van den Berg, die zie ik al overeind komen, dus ik heb de volgende vraag. Mevrouw Van den Berg, CDA. Ja, daar had ik het toch goed ingeschat. Ja. De minister. Ja, want dit raakt aan de vraag van mevrouw Van den Berg. Ik had ze niet bewust zo. Over de marktmacht van grote instellingen, waardoor kleinere eerstelijnsorganisaties vaak moeten tekenen bij het kruisje bij de zorgverzekeraar. Is het een optie om deze kleine instellingen samen te laten onderhandelen? Voorzitter, ik herken dat het contracteerproces tussen zorgverzekeraars en kleine aanbieders beter kan. In het integrale zorgakkoord is daarom afgesproken dat het ministerie van VWS in het tweede kwartaal van 2023 in samenspraak met zorgaanbieders en zorgverzekeraars, maar ook in overleg met ACM en de NZA, een verkenning oplevert over welke mogelijkheden er zijn voor kleinere aanbieders, dat nou gaat om huisartsen of om wijkzorg of GGZ, om gezamenlijk op te trekken in het contracteerproces en hoe dit zo nodig ook kan worden vereenvoudigd. Ik heb daar ook al overleg over gevoerd met de ACM-voorzitter. Mevrouw Van den Berg, CDA. Nou, voorzitter, dat is in ieder geval vreugdevol te horen. Dat had ik ook gelezen, dat de fysiotherapeuten en andere ook paramedici dan misschien andere mogelijkheden krijgen. Maar ik wil nog even voortgaan op het onderwerp ook van meneer Heijink. CDA heeft al eerder gezegd, wij zijn absoluut niet tegen innovatie en nieuwe werkmethoden, zelfs een grote voorstander daarvan. Maar we zijn er wel tegen als commerciële ketens alleen met winstoogmerk de zorg helemaal gaan uitkleden en dan dingen ophalen. De minister zei van, nou, ik moet eerst dingen uitzoeken. Is hij bereid om hier bijvoorbeeld met de wet integre bedrijfsvoering zorg, dat hij toch zegt, ik kan misschien wat haakjes vinden om meer voorwaarden te stellen of wat dan ook, zodat dit soort ketens niet zomaar toegang krijgen bij ons in de zorg. Minister. Ja, voorzitter, dat gaat even door op de vraag en de antwoord. Zie je het ook al aan de heer Heijink. En mijn concrete verzoek is, geef mij gewoon eerst even de gelegenheid om dit gewoon nader te onderzoeken voordat ik kom met eventuele oplossingsrichtingen. Voorzitter, dan had ik een vraag van mevrouw Van der Plas. En dat gaat over het onderwerp welke bedragen er in Brussel liggen. Doen wij er genoeg aan om EU-geld naar Nederland te halen? Wat is de inzet van de minister? Wie voert hier gesprekken over? Voorzitter, de Europese Unie kent verschillende begrotingslijnen over volksgezondheid. Bijvoorbeeld middelen ten behoeve van onderzoek binnen de Europese Unie in het kader van het Horizon Europe-programma. Het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, wat loopt van 2021 tot 2027, waarbij een totale budget van dit programma 95 miljard euro is en een van de clusters is health. Van de 14 miljard die tot nu toe is toegekend vanuit het Horizon-programma, gaat 1,3 miljard euro naar Nederlandse deelnemers.
Het National Contact Point voor Horizon Europe, met excuus voor de Engelse titels, voorzitter, is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en zet zich volledig in om zoveel mogelijk Nederlandse aanvragers te ondersteunen bij het aanvragen van middelen uit Brussel. Voorzitter, als ik nog één aanvullend voorbeeld mag noemen voor mevrouw van der Plas, dan is het EU for Health. Dat is het gezondheidsprogramma van de Europese Unie tot 2027. Dat programma stelt 5,1 miljard euro beschikbaar. Op dit moment is nog onduidelijk hoeveel geld specifiek is verworven door welke lidstaten, dus ook door Nederland. Mevrouw van der Plas, BBB. Dank u wel. Maar mijn vraag wordt niet helemaal beantwoord. Want mijn vraag was namelijk van, weten we wel of we daar genoeg aan doen? Wat doet het kabinet hier zelf aan? Dat is mij in het antwoord niet duidelijk geworden. De minister die schrijft ook in het antwoord en zegt ook in het antwoord, er is op dit moment nog onduidelijk hoeveel geld specifiek is verworven door welke lidstaten. En dan gaat het over dat EU for Health. Ja. Dat is een programma van 5,1 miljard euro. Dat is heel mooi dat het vertienvoudigd is. Maar het is dus nog onduidelijk hoeveel geld er specifiek is verworven door welke lidstaten. Dan vraag ik mij af, ten eerste, waarom is dat nog niet duidelijk? En wanneer wordt dat wel duidelijk? En wat is de inzet van Nederland hierop? En dat geldt in zijn algemeenheid eigenlijk wel voor dit hele specifieke onderwerp. Omdat ik gewoon zie of het gevoel heb, minimaal, dat... Ik heb er gewoon twijfels bij of Nederland wel genoeg van die EU-potten gebruik maakt. En dat is een reden waarom ik daar graag inzicht in wil hebben. Van wie gaat er dan naar Brussel? Is het chefzagge? Of is het, gaan ambtenaren, met alle respect voor het harde werk van ambtenaren. Maar doen wij daar genoeg aan? Want ik zie al die andere landen altijd gewoon vrolijk zingend teruggaan naar hun eigen land met geldkluis. Dank u wel. Ik zie het niet letterlijk, maar in mijn hoofd zie ik dat dan. De minister. Voorzitter, eerst even... Iedere euro extra is iets wat zorginstellingen, maar ook onderzoeksinstituten in Nederland goed kunnen gebruiken. Dus genoeg is een moeilijk te beantwoorden antwoord. Als wij het complete budget, in dit geval van 5,1 miljard, zouden krijgen, dan zouden we zeggen, misschien is dat wat veel. Genoeg, er zit niet een bovengrens aan. Wat er wel nadrukkelijk gebeurt, is heel breed de inzet. Ik gaf al iets aan van wat we vanuit Rijksoverheid doen. Maar ik kan u vertellen dat ook via onze kennisinstellingen, of dat nou is de VSNU voor de universiteiten, de NFU voor de UMC's, de NVZ voor de algemene ziekenhuizen. Bijvoorbeeld ook specifieke andere partijen zeer breed inzetten om aan de voorkant allereerst al de onderwerpen, bijvoorbeeld voor de calls en de inzet van die programma's, mee te helpen bepalen. Dit komt nooit zomaar uit de lucht vallen. We gaan een programma doen en dan doen we een call op een bepaald terrein. Dus wij zitten daar als kennisinstelling in Nederland en als overheid in Nederland zeer nadrukkelijk aan de voorkant al in om te zorgen dat die calls mee door ons geschreven worden en zo gepositioneerd worden dat onze kennisinstellingen daar ook sterk in zijn en goede aanvragen kunnen doen. En zo nodig ook dat antameren we, want veel van die aanvragen wordt nadrukkelijk ook gevraagd om een internationale aanvrager, een internationaal consortium. Ook daar zetten wij sterk op in. En dat betekent, en ik kan u dat ook zeggen vanuit mijn vorige rol, vanuit een vorige rol, of dat nou was UMC-voorzitter of NFU-voorzitter, was het gewoon frequent aanwezig zijn in Brussel. En dat ging bijna altijd over calls en over onderzoekspositionering. Mevrouw van der Plas. Ja, kijk, de minister die noemt nu ook bijvoorbeeld de VSNU, de universiteiten en andere organisaties die naar Brussel trekken. Maar kijk, het is mij gewoon niet duidelijk van, gebeurt er dan genoeg? Het zal niet zijn dat die mensen alleen maar lekker aan het lunchen en aan het bier zijn in Brussel. Dat geloof ik direct. Nee. Daar wordt hard aan getrokken. Daar heb ik geen twijfel aan. Maar tegen welke belemmeringen lopen zij bijvoorbeeld op? Of welke blokkades ondervinden ze daar? Kunnen ze niet door muren heen breken misschien? Weet de minister dat dan? Kunnen we dan nog meer doen in Brussel? Kunnen we ze daar dan bij helpen? Dat zijn eigenlijk mijn vragen. En daar heb ik gewoon totaal eigenlijk geen inzicht in. En dat is eigenlijk waar ik om vraag. Kan het kabinet ons een soort van inzicht en overzicht geven waarom we bijvoorbeeld uit een bepaalde pot dan niks of te weinig krijgen? Wat was daarvoor nodig?
Het voorbeeld van Frankrijk. Ik had laatst een gesprek met het KWF, het voormalige Wilhelmina Kankerfonds. En die gaven gewoon aan dat Frankrijk bijvoorbeeld, die trekt daar gewoon met een hele batterij ambtenaren, maar ook prominente, beroemde artsen. En die halen daar gewoon heel makkelijk geld vandaan. En dat is zo graag wat ik wil weten. Wat doen wij dan precies? En ligt er nog geld daar op ons te wachten, wat we eigenlijk wel recht op hadden, maar wat bijvoorbeeld niet gelukt is? Of waar we over het hoofd hebben gezien? En in het antwoord van de minister, met dank voor de antwoorden die hij wel heeft gegeven, maar dat blijkt daar niet uit. Daar zou ik graag nog wat meer van willen weten. Ja, voorzitter, ik geef al even aan, de worsteling tussen is het genoeg of is het veel? Het is veel, wij doen veel en wij halen ook veel. Je kunt er nooit de kwalificatie, of zelden de kwalificatie genoeg aan, omdat we ons onderzoeksveld en onze power, ook naar rato van het aantal inwoners wat we hebben, of het aantal kennisinstituten wat we hebben, heel erg groot is. Soms wordt daar ook vanuit omringende Europese landen ook wel eens wat kritisch naar gekeken. Want jullie zetten zoveel inzet voor je 17,5 miljoen mensen van de zoveel in Europa, dat fors is. Alleen het kan altijd beter. Als ik dus even de vraag, gebeurt er veel? Ontzettend veel. En ik gaf al aan, ik ben er in het verleden in een vorige rol ook veelvuldig geweest. Zowel vanuit de eigen instelling als vanuit de NFU als op een andere wijze. Ik heb dat ook gedaan in samenschap met Europese collega's van leidende UMC's, dat we een Europees consortium hadden. Wat wij denk ik nog beter kunnen doen, is dat we regelmatig inzetten, ook in die calls aan de voorkant, op onderwerpen die te detailistisch zijn. Die te specifiek zijn, te klein. Hè? Niet even het grotere plaatje willen zien. Zonder nou daarbij ook maar iets te doen aan specifieke. Maar je kunt bij wijze van spreken, als we zeggen wij willen meer doen naar preventie van ziekte, dan kun je een call opzetten en van tevoren in de agenda proberen te krijgen dat er preventie komt voor één specifieke zeldzame aandoening. Maar je kunt ook zeggen, we willen hem zo omschreven hebben dat wij met een aantal meer kennisinstellingen u een aanvraag kunt doen die hier past en ik een aanvraag kunt doen die daar past. En dan hebben we meer vliegen in één klap. En wij zijn soms te veel gefocust op hele specifieke kleine groepen patiëntenzorg, patiënten aandoeningen en te weinig brede expertise. En daar kunnen we het echt beter doen. Mevrouw van der Plas. Ja, nou die oproep zou ik dan ook inderdaad willen doen. Want dan concludeer ik eigenlijk automatisch dat we eigenlijk wel geld laten liggen daardoor. Hè? Dat we het misschien ook meer geld of beter, hè? Dat we het beter kunnen besteden. En de minister geeft aan dat hij zelf ook wel naar Brussel is gegaan. Hè? Dat heb ik goed begrepen. Hè? Om proberen het los te peuteren. Maar koppelde de minister dat in zijn vorige functie dan ook terug en stelde dat het niet lukte of het ging moeizaam. Werd het dan teruggekoppeld met het ministerie en werd daar dan ook actie op ondernomen? En zo ja, nou ja, misschien wil de minister vanuit zijn vorige functie daar een voorbeeld van geven als hij dat wil of kan. Ik weet niet of het staatsrechtelijk goede vraag is, maar... Dus dat is ook even een vraag. Ja, even het overzicht van hoeveel wij daar dan halen. Bijvoorbeeld in het aantal succesvolle ERC-grants of iets anders. Dat wordt altijd teruggekoppeld. Daar zijn ook overzichten van. Maar dat kost altijd even tijd. Dus vandaar dat ik nog niet precies kan zeggen wat er bijvoorbeeld dit jaar naar boven gekomen is. Koppelen we ook onderdelen terug? Ja, dat gebeurt. Maar dat gebeurt dan veelal via de koepelorganisaties zoals een VSNU of een NFU. Mevrouw van der Plas. En even, sorry met de aanvulling. Ja, het werd even vertaald als wij laten geld liggen. Wij doen veel, het kan altijd nog beter. En als dat de vertaling is, we laten ook geld liggen. Ja, het kan nog beter. Mevrouw van der Plas. Ja, ik weet niet of het mogelijk is, maar zouden wij dan bijvoorbeeld ik wil namelijk ook zelf wel met organisaties of instellingen contact opnemen. Gewoon om mezelf goed te informeren van, goh, waar lopen jullie nou tegenaan? Zou ik daar dan een overzicht van kunnen krijgen wie er bijvoorbeeld dan naar Brussel gaat en voor welke projecten? En ja, dat we daar gewoon zelf ook achteraan kunnen gaan. De minister. Ja, voorzitter, het voert wat ver voor mij om aan te leveren wie een individuele universiteit of een individuele UMC naar Brussel stuurt, met welke delegatie, et cetera. Maar als ik een advies mag geven, dan weet ik zeker dat bijvoorbeeld de VSNU
met een kantoor vlakbij. En ook een NFU of een NVZ of andere, daar zeer voor openstaan om zo'n gesprek een keer te doen en ook een overzicht te tonen. Dank u wel. Ja. Ja? U vervolgt de betoog weer. Voorzitter, mevrouw Den Haan die vroeg, blijf even bij dit onderdeel dus over toegankelijkheid. Mevrouw Den Haan vroeg over het verschil in opkomst in het bevolkingsonderzoek borstkanker door het verdwijnen van screeningsbussen en het bijspringen van ziekenhuizen in het terugbrengen van het screeningsinterval. Voorzitter, mevrouw Den Haan is heel goed op de hoogte en weet dat inderdaad tijdens de coronacrisis de deelname aan het bevolkingsonderzoek in 2020 een stuk lager lag dan voor de crisis. De deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker was in 2019 nog 76%. In 2020 was dat 71,2% en in 2020 was het 71,2%. Dus beduidend lager. En het jaar erop, in 2021, was het weer iets omhoog gegaan, maar nog lang niet op het oude niveau, 72,5%. Als gevolg van de coronacrisis en een tekort aan het aantal screeningslaboranten is het screeningsinterval daarbij tijdelijk verlengd tot maximaal eens in de 3 jaar. De inzet van alle betrokken partijen is erop gericht om dit weer op peil te brengen. Een onderdeel van die voorgenomen besteding van coalitiemiddelen voor volksziekten is bijvoorbeeld het vergroten van de toegankelijkheid van het bevolkingsonderzoek voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Het aantal standplaatsen van mobiele screeningsunits is niet verlaagd. Maar het is wel zo dat de beschikbare mobiele screeningscapaciteit zo efficiënt mogelijk wordt ingezet door het hele land. En dat dat dus op sommige plekken wel geleid kan hebben tot standplaatswijzigingen. Maar het aantal units is niet afgenomen. Er wordt ook hard gewerkt aan het opleiden van nieuwe screeningslaboranten, zodat het screeningsinterval zo snel mogelijk weer naar eens in de 2 jaar kan. En zoals vermeld in een Kamerbrief van juni jongsleden is de verwachting dat deelnemers vanaf begin 2024 weer in het hele land allemaal eens per 2 jaar kunnen worden uitgenodigd. Voorzitter, dan kom ik bij de vraag van de heer Van der Staaij over landelijk dekkend aanbod voor psychosociale hulp na abortus. Komt dergelijke hulp alleen beschikbaar via de huidige cursushulpaanbieders of ook via andere zorgverleners zoals huisartsen? Voorzitter, de psychosociale hulp komt inderdaad alleen beschikbaar via de keuzehulpaanbieders onbedoelde zwangerschap. Zij kunnen ervoor kiezen deze extra optionele taak als aanvulling op een keuzehulp te gaan uitvoeren. Beschikken nu ook al over een groot deel van de benodigde kennis, expertise en ervaring om deze hulp te verlenen. Mocht huisartsen de hulpvraag gesteld worden, dan kunnen zij verwijzen naar dat landelijk dekkend netwerk aan psychosociale hulp na abortus via de keuzehulpaanbieders. Deze hulp moet dan binnen 10 werkdagen na aanmelding aanvangen. Tot zover mijn respons, voorzitter. De heer Van der Staaij, SGP. Voorzitter, op het laatste punt. Mag maar. Wat de minister aangaf, bij huisartsen kan het ook plaatsvinden. Maar dat veronderstelt wel, en ik neem aan dat dat dan ook in informatievoorziening richting huisartsen, dat ook bekend wordt gesteld. Want het is dus wel een nieuwe mogelijkheid die nu al veelal niet bekend zal zijn. Dus kan de minister bevestigen dat ze inderdaad dan ook op de hoogte worden gesteld van deze mogelijkheden? Minister. Voorzitter, huisartsen worden zeker op de hoogte gesteld van deze mogelijkheden. De heer Mohandes, ja, PvdA. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik neem aan dat minister aan het einde was van het stukje toegankelijkheid, of niet, tot zover. Nee, vandaar even de schriftelijke beantwoording en in het betoog van mijn collega Kuiken als het gaat over de mondzorgcoach. Ja, het antwoord was een beetje, nou ja, ik begreep het antwoord eigenlijk helemaal niet. Dus mijn vraag is eigenlijk, dan is het aan mij om dat te verduidelijken, voorzitter. Wat is het? En ik hoop dat ik wat is het kan doen. Wat is het oordeel? Want u bent er niet echt op ingegaan in het antwoord. Wat is nou het oordeel van het kabinet als het gaat om de effectiviteit? Zie ook de pilots dat zo'n mondzorgcoach, dat juist in die wijken, in die kansarmere wijken, met een lagere sociaal-economische positie, dat kan werken om die stijging onder kinderen die zelfs verzekerd zijn via het basispakket, dat die wel naar een tandarts gaan. Dus dat we dat inzetten via consultatiebureaus. Dat was het hele concrete verzoek. Ook een vraag hoe het kabinet daarin staat. De minister. Ja. Dank, voorzitter. Laat ik allereerst, en ik denk dat staat ook wel in het antwoord, maar ik hecht eraan om het hier te halen. Ik vind het echt belangrijk dat kinderen en ouders gezonde mondzorg en eetgedrag aanleren voordat ongezond gedrag tot consequenties leidt. We hebben er eerder bij een debat over mondzorg terecht ook bij stilgestaan. Dit kan grote impact hebben voor mensen
in hun welbevinden, in kansen op de arbeidsmarkt, et cetera. Als je kijkt naar die hele vroege interventie, dan is er eerder een voorstel geweest om dat met breed de schooltandarts weer in te voeren. En mijn respons daarop was, ik weet dat is niet de vraag, maar even dat toch nog even te benoemen. Ik heb gezegd, we hebben gewoon in Nederland al een groot tekort aan tandartsen. Dus deze mensen, ik kan dit niet via tandartsen doen. Maar ten aanzien van mondzorg en mondzorgverlener en ook de jeugdzorgaanbieder specifiek voor de allerjongste groep. Ik kom daar binnenkort schriftelijk op terug. Inclusief wat de mogelijkheden zijn en inclusief de financiering. De heer Mohandis. Oké, ja, ik wilde ook zeggen, ik kom daar ook binnenkort op terug, maar dan in de tweede termijn. Dus misschien gaan we elkaar vinden. Dan heb ik de brief nog niet klaar, als ik het niet erg vind, voorzitter. Ik snap het pleidooi heel goed. En zoals ik aangeef, wil ik daar ook nadrukkelijk naar kijken wat voor oplossingen ik hiervoor kan vinden. Dat is fijn, dank daarvoor. Nee, omdat u echt in het antwoord, ik vond het heel kort, u ging wel in op dat we het doel delen, maar wij zien ook een middel die heel gericht ook vanuit preventie kan worden ingezet. Juist in die wijken waar dat hard nodig is. En we zien dat die pilots ook echt laten zien dat positief effect sorteert. Maar laten we daar in een tweede termijn op doorgaan. Dat zou ik willen voorstellen. Ja. Ik denk dat u daar... heeft de minister misschien nog niet antwoord op de vraag? Of nee, ik heb nog niet een brief voorzitter. Dus ik Dus ik kijk even naar de heer Mohandis. Er zijn nog best wel wat brieven toegezegd in dit debat, voorzitter. Dus wat ik ga voorstellen is dat wij met een heel mooi voorstel komen, heel binnenkort, in de tweede termijn. Ja. En eens kijken waar die brief dan ook gaat landen. Nou, wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Ja. Cliffhanger dit. Mevrouw Simons-Been. Dank u wel, voorzitter. Ik meen dat de minister helemaal aan het einde van al zijn blokjes is gekomen. Ja. En ik weet dat ik in mijn bijdrage en ook de heren van Denk die nu niet in de ruimte zijn, ook hebben stilgestaan bij een van de uitkomsten van het recente VAROS-onderzoek. Dat wat ons betreft ook onder het kopje toegankelijkheid valt. En dat gaat over de discriminatie en racisme in de zorg. Zowel ontvangen door patiënten, daarbij komt hun zorgvraag in gevaar. Maar natuurlijk ook bij zorgverleners die op die manier hun werk niet goed kunnen doen. En ik had de minister daar heel graag nog even over gehoord, voorzitter. De minister. Ja, voorzitter, laat ik allereerst heel duidelijk zijn. Ik ben het volledig met mevrouw Simons eens. Discriminatie en racisme horen nergens een plek te hebben. Ook dus niet in zorg, welzijn en sport. In het begin van dit jaar heb ik in samenwerking met het expertisecentrum VAROS, mevrouw Simons noemt het, ronde tafelgesprekken georganiseerd om expertise op te halen, ervaringen, goede voorbeelden te delen en de dialoog in de sector over dit onderwerp te stimuleren. Daarnaast is de VWS brede aanpak discriminatie en gelijke kansen dit jaar gestart en werk ik aan het opzetten van een panel van ervaringsdeskundigen. En ook zie ik een toegevoegde waarde van onderzoek op dit vraagstuk. Ik streef ernaar om dat in februari van het komend jaar te laten starten en zal de Tweede Kamer in het najaar informeren over de stand van zaken van de VWS brede aanpak discriminatie en gelijke kansen. Mevrouw Simons. Heel fijn. Het is nooit snel genoeg, maar februari is te overzien. Dan zou ik de minister willen vragen ook kennis te nemen. Ik ga ervan uit dat hij dat doet, maar ook hij heeft de druk van ook de aanbevelingen die de Nationaal Coördinator Discriminatie natuurlijk heeft gedaan. In meer algemene zin, maar zeker ook toepasselijk op dit domein. Ja, dat zullen wij er nadrukkelijk bij betrekken, voorzitter. Ik zie de minister knikken. Mevrouw Paulusma, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik was een beetje ik zat in spanning te wachten, want de vragen die ik had konden en bij het blokje kwaliteit en bij toegankelijkheid, maar nu de minister aan het afronden is, ga ik alsnog de vraag stellen. Want we hebben allemaal beantwoording gekregen en ik had vragen gesteld over de afbouwmedicatie. Maar daar ben ik eigenlijk net zo ontevreden over als in de eerste termijn, want eigenlijk heeft de minister dezelfde reactie gegeven op de schriftelijke vragen die we hadden ingediend, ook samen met mevrouw Den Haan. Want het probleem blijft namelijk, en ik ben een groot voorstander van onderzoek en dat doen wat evidence-based ook wat toevoegt aan de zorg voor mensen. Maar juist als het gaat om afbouwmedicatie, laten de afgelopen jaren ook zien dat deelname bij dit soort onderzoeken achterblijft, omdat patiënten namelijk niet het risico willen lopen dat ze een placebo krijgen in plaats van ondersteuning voor hun afbouwmedicatie. En ik snap die angst heel goed. En daarnaast geeft de minister aan, er zijn een heleboel manieren om te stoppen met medicatie, bijvoorbeeld via de apothekers. Nou, gelukkig hebben er een heleboel mensen gereageerd op de oproep die ik gedaan heb, waaronder ook apothekers die aangeven dat dit niet altijd vergoed wordt en dat dit continu een struggle is. Dus ik ben wel heel erg op zoek naar, als wij passende zorg willen leveren met elkaar, dan moet er meer gebeuren dan het antwoord dat ik nu van de minister heb gekregen. De minister.
Voorzitter, laat ik beginnen dat ik het net als mevrouw Paulus maar belangrijk vind dat patiënten, waar dat voor relevant is, veilig en verantwoord medicatie kunnen afbouwen. En dat ik ook volledig deel dat voor sommige mevrouw Paulus maar noemt voorbeelden, zoals bij het afbouwen van antidepressiva, dat het geen optie is, omdat met beschikbare doseringen soms of abrupt of om de dag of op een andere manier veilig te doen zonder dat je daar ondersteuning. Dat ik tegelijkertijd ook worstel met input die wij van professionals krijgen. En professionals, dat realiseer ik me heel goed, hè, die zijn heel vaak geneigd om eerst te zeggen doe maar verder onderzoek. Wat ik van harte wil doen, voorzitter, is gewoon nog eens een keer met deze partijen in gesprek. Ook de patiëntenorganisaties en mevrouw Paulus maar verwijst naar in gesprek om te kijken van waar liggen de voorbeelden, bij welke medicatie of welke dingen, liggen de voorbeelden gewoon al voor het oprapen? Is het eigenlijk klip en klaar dat je hier iets aan moet doen? Of dat nou is in termen van verpakking of vergoeding of wat dan ook. En hoef je geen aanvullend onderzoek te doen? En waar zou je nou met aanvullend onderzoek echt op moeten spitsen? En wat is dan de beste insteek van het onderzoek? Ook in termen van het zoveel mogelijk, dat is altijd de insteek, maar hier expliciet het zoveel mogelijk reduceren van ongewenste effecten voor patiënten. En dus ook het mogelijk maken van een goede participatie. Voor Paulusma. Ja, voorzitter, ik hoop dat u dit mij niet in het interruptielijstje wegstreept. Maar ik zou wel heel graag willen weten wanneer. Wanneer? Want ik vind dit een hele fijne reactie, maar daar zou een tijd mij heel erg bij helpen. De minister, wanneer? Ja, voorzitter, geef me dan even tot medio van het eerste kwartaal volgend jaar. Ik moet wel een aantal stappen dan even ondernemen voordat ik dit helemaal voor elkaar heb. Medio volgend kwartaal volgend jaar. Ja, sorry, dus zegt u maar februari volgend jaar, voorzitter. Ja? Kijk, mevrouw Eigenma, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Aan de start van het debat gaf ik aan u echt blij te zijn nu met de beantwoording. En ook als het gaat om de sluis, voorzitter. In de beantwoording geeft de minister aan, Nederland staat nog steeds in de top 5 van landen waar geneesmiddelen het snelst worden geïntroduceerd. En hij schreef, verder maak ik op, volgens de patiënt weight indicator study, de tijd die er zit tussen markttoelating en beschikbaarheid van oncologische geneesmiddelen voor patiënten in België en Frankrijk significant langer is dan in Nederland. En dit is niet helemaal een juiste voorstelling van zaken, want het punt is nou juist dat tussen goedkeuring en definitieve vergoeding in Frankrijk, Duitsland en België wellicht een langere periode zit. Maar in die landen, en dat is een cruciaal verschil, voorzitter, krijgen de mensen hun geneesmiddel in de tussentijd. En in Nederland niet. In Nederland blokkeert deze minister de toegang tot dat geneesmiddel. Waardoor patiënten verslechteren en soms zelfs doodgaan. Zoals Solaire Raven vorig jaar. Dus mijn vraag aan de minister is, is zij bereid om te komen tot een systeem zoals in België, Frankrijk en Duitsland, waarbij er eerst wordt vergoed en in de tussentijd wordt onderhandeld. De minister. Voorzitter, nee. Ik hecht aan het systematiek die wij hebben. Ik hecht ook aan de belangrijke rol die het Zorginstituut daarbij speelt. Waarbij het overigens, als het gaat over goedkeuring, dan gebeurt dat op Europese basis allereerst overal gelijk. Het ook, en we hebben er wel eens eerder bij stilgestaan, een belangrijke rol is van de aanbieder om te zorgen dat een dossier en daarmee ook onderhandelingen zo snel mogelijk kunnen starten. Dus een concrete antwoord, nee, ik hecht aan de systematiek en wil die systematiek graag vasthouden. Mevrouw Eigenma. Het is een systematiek van botte dodelijkheid. Deze minister laat in Nederland patiënten sterven. Heel concreet, Caftrio met Solaire Raven is vorig jaar overleden en ze heeft smeekbedes op internet geplaatst of ze haar medicijn alsjeblieft kon krijgen. En ze kreeg het niet. En in andere landen krijgen ze het wel. En we hebben hier een lijst gekregen in de feitelijke vragenronde van 31 kankermedicijnen die op dit moment in de sluis zitten. Die kankerpatiënten in andere landen in de tussentijd wel krijgen. En in Nederland wordt hun toegang tot een levensreddend medicijn geblokkeerd. En deze minister zegt hier dat hij dat in stand wil houden. Hij creëert dat mensen verslechteren, achteruit gaan. Dat ze ziekere patiënten worden en zelfs doodgaan. Terwijl in andere landen dat niet het geval is. En dan kan de minister hier toch niet met droge ogen beweren dat hij bijvoorbeeld meegaat in het beleid van dat we voor betere zorg moeten gaan. Of dat hij vindt dat onze kankerzorg de beste moet zijn in Europa. Dat kan hij hier toch niet volhouden, voorzitter, als hij hier met droge ogen glashard zegt, nee, ik blijf bij die sluis.
En ik doe het anders dan Frankrijk, Duitsland en België. En hier krijgen de mensen niet in de tussentijd hun geneesmiddel. En in die andere landen wel. En hier kunnen ze dus de rambam krijgen, achteruit gaan. En zoals in het geval van Solaire Raven ook gewoon overlijden. Dank u wel, de minister. Schotgeklaagd, voorzitter. De minister. Ja, voorzitter, mevrouw Agema verwijst heel erg naar mij als persoon die hier het lot van individuele patiënten beïnvloedt. Wat wij nadrukkelijk doen, en daar hebben wij het Zorginstituut voor, is dat we een zorginstituut experts laten beoordelen wat de impact en de effectiviteit en ook de verantwoordelijke kosten zijn die bij een individueel medicament. Het feit dat er een groot aantal mensen middelen in een sluis staan, is precies een illustratie van de innovatie en de innovatiekracht die er nu is. Maar juist deze sterke ontwikkeling onderschrijft alleen maar des te meer het belang van een sluis. Als het één nieuw middel was in de 10 jaar, dan zou je misschien kunnen volstaan en zeggen, nou, laten we dat maar gewoon direct tot de markt toelaten, blij dat het er is. En we hoeven niet een afweging te maken tussen andere middelen. Maar in dit geval ligt dat echt anders. Kan de minister ook nog ingaan op het andere aspect, het verschil met andere landen? Zeker. Als we even kijken naar die weight indicator onderzoek, dan staat Nederland overal op de 4e plek. En voor oncologische middelen op plek 7. Frankrijk staat op plek 15 en België staat op plek 18. Maar voorzitter, ik heb het toch al een aantal keren gezegd. Nu krijg ik weer dat antwoord. Ik heb al een aantal keren gezegd dat dat het moment is van toelating tot definitieve vergoeding. En die is inderdaad in die andere landen langer, maar in de tussentijd krijgen de patiënten wel hun medicijn. Ja. En in Nederland krijgen ze niet hun medicijn. Hoe is het nou mogelijk, voorzitter, dat de minister steeds hetzelfde antwoord opleest van hetzelfde briefje en dat in die antwoorden stopt en dat ze iedere keer maar herhaalt, terwijl ik daarop reageer en de minister dus niet in staat is om te reageren wat ik hem vraag? Voorzitter, de minister is uitstekend in staat om te reageren op wat mevrouw Agema mij vraagt. Daarbij geef ik aan dat wij nadrukkelijk gekozen hebben voor een beoordeling door een zorginstituut, een sluissystematiek, en dat ik hecht aan het vasthouden aan die systematiek. Ik ga mevrouw Agema toch nog heel even helpen. Wat zij bedoelt is dat in andere landen mensen dan wel in de tussentijd hun medicijnen krijgen. En of de minister op dat aspect kan ingaan. Voorzitter, het is zo dat in een enkel land, ook als er nog geen beoordeling is, een middel dan al voorgeschreven kan worden, zonder dat je op dat moment dus precies weet wat voor die betreffende patiënt de effectiviteit is, zonder dat je precies weet wat daadwerkelijke relevante prijsstelling zou moeten zijn. Dat is een systematiek waar wij in Nederland, naar mijn idee, op goede gronden niet voor gekozen hebben. Mevrouw Thiele, VVD. En dan even heel wat anders, of misschien ook niet. Ik weet het eigenlijk niet. Ik wist ook niet goed of ik het bij kwaliteit of toegankelijkheid terug moest vinden. Maar ik had een aantal vragen gesteld over kwakzalverij. Laatst ook een mondelinge vraag. En de minister zegt dat er gemiddeld ongeveer 50 meldingen zijn die worden opgepakt. En ongeveer 80% van die meldingen leidt tot onderzoek. Ik was nog benieuwd waar die onderzoeken dan naar leiden. En wat de minister in zijn antwoorden aangeeft is eigenlijk heel snel maakt hij de stap naar fraude. En dat is volgens mij indiceert een beetje wat het ingewikkelde is met, ik doe me toch maar even weer kwakzalverij. Het heeft met fraude te maken, maar het heeft ook met misleidende reclame te maken. Het heeft ook met kwaad doen, zeg maar, aan mensen. Dus mijn vraag aan de minister is eigenlijk, via welke wetten hij wel of niet grip kan krijgen om kwakzalverij te voorkomen. De minister. Ja, voorzitter, we hebben de laatst bij een mondelinge vraag van mevrouw Thiele ook al even bij stilgestaan. De wettelijke mogelijkheden wat dat betreft zijn beperkt. Het gaat, mevrouw Thiele heeft mij toen ook gevraagd om te komen tot een register op het terrein van kwakzalverij. Alleen zoals ik destijds ook al aangaf, is dit een ontzettend breed begrip. Dit gaat van adviezen in de persoonlijke omgeving tot mensen die zich voordoen als zorgverlener zonder een BIG-registratie. Dus waar we de vorige keer bij stilgestaan hebben, is bij dat laatste voorbeeld. En dat is iets waar een inspectie heel nadrukkelijk naar kan kijken en ook zo nodig op kan acteren. Maar bijvoorbeeld in de persoonlijke leefomgeving is dat geheel onmogelijk.
Mevrouw Den Haan, fractie Den Haan. Dank u wel. Nog even terug op die sluismedicijnen. Want ik ben het met mevrouw Agema heel erg eens over het feit dat ik ook het liefst zou zien dat wij die medicijnen dan al wel zouden kunnen gaan voorschrijven. Maar daar hebben we volgens mij al eerder een debat over gehad, de minister en ik. En daar ga ik u denk ik op dit moment niet mee overtuigen. Hij schudt nee, dat vind ik jammer. Maar tegelijkertijd heb ik ook een motie ingediend in juni. En die is aangenomen waarin ik vraag om wel te gaan praten met het Zorginstituut. Om te kijken of we die doorlooptijden vanaf het moment dat het is aangeleverd, zeg maar, het pakket door de zorg, door de farmaceuten. Om te kijken of we die doorlooptijden kunnen inkorten. Want dat, hè, natuurlijk moeten de farmaceuten zorgen dat ze een volledig pakket aanleveren. Maar heel vaak zitten het ook in de onduidelijkheid van de processen. En nog extra aanvullende vragen, waardoor er enorme vertraging oploopt. Ja. En ik ben eigenlijk even benieuwd hoe de stand van zaken is daaromtrend. Ja, dat eerste gesprek daarover heb ik al gevoerd. Ik zeg nadrukkelijk even het eerste gesprek, want daar moeten we het vervolg ook over praten. Om te zorgen dat aan onze kant in ieder geval de doorloop, zonder iets te doen, tekort te doen en afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid, gewoon zo snel mogelijk is. En als we daarbij kunnen helpen, ook met aan de voorkant zo helder mogelijk wat nou precies de vraag is, wat de voorwaarden zijn en wat wij verwachten dat een farmaceut aanlevert, dan helpt dat ook. Mevrouw Den Haan. Fijn, dan mag ik u dan ook vragen om ons daarvan op de hoogte te houden? Ja. Tot zover. Ja, dan wil ik de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport danken voor zijn beantwoording. En dan geef ik het woord aan de minister voor Langdurige Zorg. Of ik kijk even naar de minister of het misschien handig is om een paar minuutjes nog even te schorsen. Of, ja, ik schors waarschijnlijk voor een paar minuten en dan gaan we over naar de minister voor Langdurige Zorg. Kan iedereen weer even de benen strekken?